Dames en heren, hartelijk welkom bij deze openbare bijeenkomst in verband met de coalitieonderhandelingen binnen de gemeente Ommen. Vandaag gaan wij met elkaar luisteren, althans ik ga u proberen daar technisch doorheen te leiden. Maar aan u als delegaties die hebben deelgenomen aan de gesprekken met de informateur. U heeft inmiddels het rapport van de informateur ontvangen afgelopen vrijdag. En dat is vrijdagmiddag ook openbaar geworden. U heeft met de informateur gesproken. Het is in dat verband denk ik wel goed, want ik realiseer me nu dat in het gezelschap dat aan de tafel zit, een gezelschap dat ik gezichten zie die ik sommigen wel en sommigen nog niet eerder heb gezien. Maar het is misschien voor de aanwezigen ook wel goed als u even vertelt hoe uw delegatie is samengesteld. Misschien goed om dat rondje even te maken en dan zal ik vervolgens wat vertellen over de inrichting van deze avond. Mag ik aan mijn linkerkant voor u rechts beginnen? Meneer Hekman. Zijn geen kaartjes? Nee, geen kaartjes. Maar als er geen kaartjes zijn, betekent dat wel dat de mensen deze bespreking kunnen volgen? Ja. Ja? Yes. Ook in beeld? Ja. Moet de microfoon aanstaan? We gaan u eerst technisch helpen, zodat iedereen kan volgen wat er hier gebeurt. Als jij hem uitzet. Meneer Hekman, ik zet hem nu uit en dan zet u hem aan. Nee. Nou, dat betekent, we gaan even kijken of we dit kunnen oplossen. Want anders zou het betekenen dat mensen niet mee kunnen kijken via het internet. En dat is natuurlijk wel fijn bij een openbare bijeenkomst. Ik stel voor om even te schorsen om dat uit te zoeken. Ja? Nou, de kaartjes voor de lijsttrekkers worden even gehaald. Zodat in ieder geval dat geregeld is per delegatie. Kijk, de kaartjes worden binnengebracht en de griffier zal even kaartjes uitdelen. Zie je dat er nog wat gekwartet daar? Mag ik van u? Ja, zijn alle fractievoorzitters voorzien? Ja? Oké. Dank u wel, dan is iedereen weer voorzien. Althans alle fracties. En dan ga ik meneer Hekman vragen om zich even voor te stellen. Ik ben dus Jan Hekman en ik zit hier in de hoedanigheid als voorzitter van de CDA-afdeling Ommen. En ik heb dus samen met Annelies Makelaar dit gesprek op dit moment mogen doen. En dat met veel plezier. En ik hoop dat we vanavond met elkaar een hele goede avond hebben. En dat het goed is voor Ommen. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar. Ja, goedenavond. Annelies Bakelaar. Ja, Rob Dalen, Noord-Raadslid, lokale partij Ommen. En meedoen aan de onderhandeling, ja. Leo Bongers, lokale partij Ommen. Mijn naam is Frans van der Mooren, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Vanavond moet ik wat breed gaan zitten, omdat de mede-onderhandelaar Jan Westert verhinderd is wegens werkzaamheden. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van de VOV. En ik heb samen, om er een slag voor te zijn, met mijn buurman, de voorzitter van de VOV, Daan Geurts, het traject gelopen. Dank u wel. Dan is meneer Geurts ook geïntroduceerd, denk ik. Oké. Okay. Nou, excuus voor het ongemak. Mevrouw Lagas. Ilona Lagas, VVD. En ik zal de microfoon, er staat weliswaar mijn naam onder, maar even naar de buurman geven. Tom van Wijk, voorzitter VVD, Vegdal. Holly Moors, D66. Roosmarijn Werners, tweede op de lijst en binnenkort ook weer officieel plaatsvervangend commissielid. Hubert Moerman, PvdA, Ommen. En ik ben Simone Pol, ook plaatsvervangend commissielid en bestuurslid van de afdeling. Van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Van de Partij van de Arbeid, ja. Dank voor deze korte introductie. Ik gaf al aan, dit is de tweede bijeenkomst
openbare bijeenkomst in het kader van de coalitieonderhandelingen op 26 maart hebben de fractievoorzitters met elkaar gesproken en zijn afspraken gemaakt over het benaderen van een informateur. En de informateur zit naast mij, dat is mevrouw Compagne. Ik heb even kort met mevrouw Compagne voorgesproken. En wij stellen u voor om de avond, licht ik even kort de agenda toe, als volgt in te richten. Mevrouw Compagne zal eerst haar advies kort toelichten en verder voor u introduceren. Ik stel voor dat we dan vervolgens de gelegenheid gebruik maken om u de mogelijkheid te geven, mevrouw Compagne, toelichtende vragen te stellen. En we zouden het eigenlijk in maximaal 2 ronden willen doen. We hopen dat u dan een goed beeld heeft gekregen, ook van de achtergronden van het advies. En mevrouw Compagne heeft aangegeven dat er eigenlijk nog een aantal vragen zijn die zij na de informatieronde die zij heeft doorlopen met u, die ze graag aan u wil voorleggen. En na die eerste bespreking van het advies, de vragenronde, zullen die vragen aan u gepresenteerd worden. En de vraag van de informateur is of u of u zou willen reageren op de vragen die door haar zijn gesteld. En daar is opnieuw de gelegenheid om in 2 ronden te reageren op de vragen en ook te reageren op elkaar, vanzelfsprekend. En dan zou ik vervolgens willen komen tot een afronding en tot het kijken naar hoe het vervolgproces zou moeten worden ingericht. Dat is de opbouw zoals wij ons die voorstellen. Als u daarmee uit de voeten kunt. Ja. Mevrouw Compagne, ik realiseer me nu dat ik niet aan u gevraagd heb om u zelf kort even te introduceren. Als u dat zou willen doen, het zou heel fijn zijn. Ja. Geef ik u nu graag het woord. En ik hoop wel dat u een kaartje heeft gekregen. René, zou je een kaartje willen geven? Ja. Nou, dit is allemaal vast geen voorbode voor het vervolg van het proces. Ik vind het leuk om mezelf even voor te mogen stellen. Dat heb ik uiteraard gedaan in alle 7 gesprekken met de onderhandelaars die hier aan tafel zitten. Maar ik vind het ook leuk om even toe te lichten voor de mensen hier op de tribune. En voor de mensen die wellicht thuis ook meekijken. Ik ben Judith Compagne. Ik ben werkzaam bij het Trendbureau Overijssel. Wij maken toekomstverkenningen. Het is een onafhankelijke organisatie. Toekomstverkenningen als input, juist voor de politieke besluitvorming, hier ook in uw raad. En daarnaast heb ik inderdaad een CDA, ben ik fractievoorzitter geweest in Zwolle. Maar de reden voor het CDA om mij hier te vragen, mede namens u, is vooral vanwege die rol bij het Trendbureau om vooruit te kijken van wat zijn nou ontwikkelingen die ook op Ommen afkomen en die in uw raad ook gaan spelen. En ik vind het nog wel leuk om even kort toe te lichten dat ik echt wel iets met Ommen heb. Want er zullen vast mensen zijn die denken, wat moet die vrouw uit Zwolle, woonachtig in Weijen trouwens inmiddels, wat moet ze nou in Ommen? Het leuke is, toen Annelies mij dat ook vroeg, mevrouw Bakelaar, sorry. mijn opa en oma die woonden in de Vinkenbuurt tegenover het kerkje. Wellicht kent een aantal van u dat wel. Mijn opa en oma waren daar kosters echtpaar. Die zorgde er altijd voor de kerk. Mijn moeder moest dan ook altijd schoonmaken. En mijn opa was timmerman. Die had een eigen timmerbedrijfje. Dus het is wel leuk om weer... ik ben heel lang ook niet in Ommen geweest. Of ik rij er doorheen. Maar ik vind het heel leuk. Daarom extra leuk om met u samen deze informatie. En zometeen hopelijk ook de formatiefase te starten. Nou, dat gezegd hebbende. Het gaat verder niet over mij. Ik ga een presentatie. In mijn presentatie kort... Die doet het nu ook niet. Komt hij zo weer? Duurt even. Oké, maar ik ga ondertussen wel verder, want ik heb hier... Kijk, daar komt hij al. Ik ga inderdaad, zoals uw voorzitter aangaf, zo meteen even een korte toelichting geven op... even terugblikkend. Van het moment dat het verzoek kwam namens het CDA om de informatiefase te starten... op basis van de uitslag van uw verkiezingen. Heel kort daar verslag van doen. Het staat allemaal in het advies wat u vrijdag heeft gekregen. En vervolgens zal ik kort toelichten hoe ik tot mijn advies gekomen ben... voor een nieuw te vormen college in Ommen. Dat is deel 1. En dan kom ik daarna inderdaad met een aantal vragen aan u. En die vragen zijn niet nieuw. Wees niet bang, die staan ook in het advies. Dus die komen u vast niet vreemd voor. Zoals ik al zei,
Het CDA had mij gevraagd om namens al uw 7 fracties advies uit te brengen voor een nieuw te vormen college. En het CDA vroeg er ook nadrukkelijk bij, in afstemming met u, betrek alle partijen, dus alle 7 gekozen partijen, en betrek ook inwoners. En dan heb ik het vooral over het Ommerakkoord. Dat is in uw eerste bespreking, het duidingsdebat, naar aanleiding van de verkiezingen aan bod gekomen. En u geeft ook allemaal aan, we willen veel meer met de samenleving, meer met bij de politiek betrekken, bij onze onderwerpen, voordat we überhaupt in de toekomst besluiten gaan nemen. Nou, wat is dan inderdaad een logische eerste stap? Gesprekken voeren met al uw 7 onderhandelingsdelegaties. Dat waren wat mij betreft hele prettige, constructieve gesprekken. Ik heb goed geluisterd. En ik heb ook goed uw verkiezingsprogramma's gelezen. En op basis daarvan gekeken van wat zijn nou de rode draden. Geef een korte presentatie. Op basis van de gesprekken en op basis van de verkiezingsprogramma's en op basis van de uitslag van de verkiezingen is mijn advies dat voor het nieuwe college van de gemeente Ommen de 3 partijen de coalitie zouden kunnen vormen. Het CDA, meeste stemmen, weliswaar een zetel verloren. LPO, als tweede grote partij en eigenlijk mag ik wel zeggen de winnaar van de verkiezingen met de verdubbeling van het aantal zetels. En de ChristenUnie die gelijk is gebleven met het aantal zetels. Maar deze partijen samen zorgen ook voor een ruime, stevige meerderheid van het aantal zetels in de raad. Namelijk 11 van de 17. Dus eigenlijk heb ik heel logisch de uitslag van de verkiezingen gevolgd, maar ook zeker geluisterd naar wat u in die gesprekken heeft aangegeven bij mij. Wat de wensen waren bij alle fracties. En ja, niet iedereen zal meteen op deze keuze, maar eigenlijk nagenoeg bijna alle fracties hebben aangegeven dat vooral de wensen nu is om in tegenstelling tot de vorige periode tot een college te komen met wethouders die partijgebonden zijn. En niet meer zoals in de afgelopen periode boven de partijen. Dat maakt dat ik ook, de vraag is ook onder andere in de gesprekken aan de orde geweest. En als u dan naar het aantal wethouders kijkt, hoeveel zouden dat er moeten zijn? Dus partijgebonden was al het veelgehoorde antwoord. Hoeveel zouden het er moeten zijn en moeten die parttime of voltijds werken? En toen heb ik ook veel gehoord en natuurlijk op basis daarvan ook nagedacht wat zou mijn advies zijn. Gezien ook wel de best wel ingewikkelde bestuurlijke periode die u achter u heeft liggen. In de zin dat er inderdaad een college was boven de partijen, maar gewoon door ziekte veel wisselingen, burgemeesterswisselingen geweest, onrustige periode wat dat betreft. Werd al aangegeven, laten we de komende periode, ook gezien de grote opgave waar ook Ommen voor staat, dat is niet helemaal uniek hoor, maar een invoering van een omgevingswet, transformatie van het sociaal domein, ten aanzien van duurzaamheid en energietransitie. Dat zijn flinke opgaven. En als u dan inderdaad ook aangeeft, de leefbaarheid van het buitengebied, dat heeft nagenoeg alle fracties, alle partijen geven dat aan, dat u dat hoog op de agenda heeft staan. Dat zijn best wel grote opgaven. En dan noem ik nog niet eens de ontvlechting van de bestuursdienst samen met Hardenberg. Dat zijn grote opgaven. Dat maakt dat ik adviseer om de komende periode voor elk van deze partijen 1 fulltime wethouder aan te gaan wijzen. En het slot van mijn advies is dan eigenlijk start ook gewoon snel met die coalitieonderhandelingen tussen deze 3 partijen. Ga aan de slag en ga in gesprek over de portefeuilleverdeling. Aantal partijen of 2 partijen hebben al kandidaten naar voren geschoven. De derde nog niet. Dat komt allemaal als goed is in de volgende periode aan de orde. En sluit een coalitieakkoord op hoofdlijnen is mijn advies. Want nogmaals nadrukkelijk kom ik straks op een Ommerakkoord. Maar er zijn ook gewoon een aantal bestuurlijke politieke punten die gewoon goed en snel geregeld moeten worden. En dan kom ik op die punten en dan zou ik in dat coalitieakkoord, dat is mijn advies, om afspraken te maken over in elk geval 3 discussiepunten zoals ik ze eigenlijk gehoord heb en gelezen heb in uw programma's. Daar lopen de meningen, ik zeg ook eerlijk, iets wat uiteen. Volgens mij is het allemaal niet heel erg, ligt het niet zo heel ver uit elkaar. Maar ik heb veel gehoord over de verkeersveiligheid van de brug hier in Ommen. Eigenlijk iedereen is wel, mag wel zeggen, toch wel ontevreden met de huidige oplossing. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? En daar zou ik graag straks, en daar kom ik straks op terug in de tweede ronde, hier in dit debat vanavond wel uw standpunten nog eens over willen horen. Hoe kijkt u naar de oplossingen rond de verkeersveiligheid van de brug in Ommen? Lokale lasten is herhaaldelijk aan de orde geweest in de gesprekken.
Nou, daar zou ik ook graag zo meteen de standpunten van alle partijen van willen horen, met het oog op het vervolg van na vanavond. En de zondagsopenstelling. Niet alleen van de winkels in Ommen, in de stad moet ik dan zeggen, maar ook, het gaat ook over de openingen van, openingstijden van horeca en van de supermarkten. Daar hoor ik graag straks uw standpunten over. Wat mijn advies is, is ook van ga in een coalitieakkoord ook afspraken maken over de organisatieontwikkeling. Hè, de ontvlechting van de bestuursdienst gaf ik net al aan. Dat komt ook omdat ik gehoord heb, ja, dat loopt gewoon ondertussen gewoon verder, dat proces. En zometeen moeten gewoon bestuurders gaan onderhandelen. En dan is het fijn als er al een slagvaardig college zit om in ieder geval met die bestuursdienst afspraken te maken met Hardenberg. Want dat kan nog wel wat gaan betekenen, ook financieel. En dan is het goed om daar meteen goed afspraken over te maken. En maak inderdaad in een coalitieakkoord, zoals eigenlijk gebruikelijk, afspraken over de portefeuilleverdeling. Wat het coalitieakkoord betreft is dan ook meteen mijn advies, ja, ga onderbouwen. Hè. Als we straks op punten komen, ook zo meteen op het Ommenakkoord, welke thema's gaat u inderdaad uitwerken. Zorg voor een goede onderbouwing per programma, zodat u later ook kunt afwegen. Ja, ook prioritering kan aanbrengen in het aantal opgaven en een fasering wellicht. Nou ja, dat is denk ik heel belangrijk, ook met het oog weer op de ontvlechting van de bestuursdienst. Zoals aangegeven, dit zou dus een heel, het zou mijn advies zijn, een beknopt coalitieakkoord. En wat ik heel mooi vond ook en heel belangrijk is dat u alle heeft aangegeven, we willen echt een raadsbreed Ommerakkoord. Een akkoord met de Ommenaren, met de kerken, de verenigingen, de ondernemers, maatschappelijke instellingen. En u heeft allemaal ook aangegeven dat het zou mooi zijn als alle 7 partijen aan dat akkoord mee gaan werken. Ik kom straks met een aantal thema's als suggesties. Maar het woord samen, dat is echt heel vaak gevallen in alle gesprekken. Mijn advies zou dan zijn dat de delegatie van de 3 partijen die ik net genoemd heb, dat die bezig gaan, het initiatief nemen voor het opstellen van een Ommenakkoord. En dat ze dan samen met u, 7, dat u samen gaat optrekken van welke thema's moeten er in een Ommenakkoord. Wanneer willen we dat bespreken? Met wie willen we dat precies bespreken? Willen we dat met alle Ommenaren? Willen we dat per thema met specifieke doelgroepen? Willen we dat met mensen in wijken en buurten waar de opgave speelt? Daar zou ik echt uw advies meegeven. Denk daar goed over na. En ook welke kaders wilt u straks als raad daarover meegeven? Want er zijn inderdaad gemeenten die nu zeggen van we gooien alles open. We vragen onze inwoners waar we ons de komende 4 jaar mee bezig moeten houden. Mijn advies zou zijn, u heeft al prachtige documenten liggen waar u uw inwoners bij betrokken heeft. En dan denk ik aan hou vast voor de toekomst, maar ook het omgevingsplan. Gebruik dat als een mooie goede basis. En borduur daarop voort en vul daarop aan op basis van uw verkiezingsprogramma's. En dan komt u volgens mij tot een heel mooi Ommenakkoord waarin u vervolgens... Ja, volgens mij gaf de VVD-delegatie dat aan, een mooi spoorboekje van kan maken. Dat je ook kan kijken welke opgaven verdienen eerste prioriteit. Dus de korte termijn, middellange termijn, lange termijn, ga die onderscheiden. Geef ook duidelijk aan je inwoners en organisaties wanneer en waarover je met ze komt te spreken. In mijn advies heb ik vervolgens nadrukkelijk opgenomen dat mijn advies is om de portefeuille, de coördinatie van dit hele proces rond de totstandkoming van het Ommenakkoord... dat mijn advies is om dat bij in de portefeuille van de burgemeester toe te voegen. En dat nadrukkelijk zeg ik erbij proces, want de inhoud ligt straks uiteraard bij de verantwoordelijke wethouders. Als het gaat over een wethouder die duurzaamheid in zijn of haar portefeuille straks heeft, dan gaat het hele proces, met welke wijken, buurten, buurtschappen, gaan we in gesprek. En hoe gaat dat als het over energietransitie gaat, dan is die wethouder daar verantwoordelijk voor. Maar de burgemeester houdt het overal... de coördinatie op het hele proces tot standkoming, maar ook de uitvoering van het Ommenakkoord. Daar ziet hij dan op toe, zou mijn advies zijn. En ik gaf het net al een paar keer aan, maar neem echt de tijd voor het Ommenakkoord. Ik zie veel gemeenten, ook in Overijssel, die nu allemaal een akkoord, een Tubbergerakkoord, en nou ja, u leest ook het nieuws, overal wordt wel gewerkt aan akkoorden met inwoners, maar neem daar ook echt even de tijd voor. Ik zei net al, uw inwoners heeft u de afgelopen jaren al volop betrokken. Hartstikke goed en positief, maar ga ze nu niet te veel overvragen. Waak daarvoor. Dat is, zeg ik meer omdat ik, nou ja, wat ik elders zie ook in het land. Mensen hebben ook net gestemd, zijn het naar de stembus geweest, of misschien helemaal niet. Maar ook dat zijn juist mensen waar ik echt goed, als ik u was, over na zou denken van, goh, hoe betrekken we die?
Dus niet alleen de zogenaamde usual suspects, maar ook mensen die echt de afstand met de politiek als heel groot ervaren. En niet onbelangrijk, waarom ik ook zeg, neem echt de tijd en wees zorgvuldig. Ik had het net al even de ontvlechting van de bestuursdienst. De ambtelijke organisatie wordt opnieuw vormgegeven. Daar heeft ook eigenlijk elke delegatie wel iets over gezegd, hoe belangrijk dat is. En het zou heel mooi zijn, als u echt krachtig wil zijn met een ommeakkoord naar uw inwoners toe, zorg dan dat raad, college en ambtelijke organisatie, dat u samen op één lijn zit. Dat het type ambtenaren in de organisatie past bij wat u als politiek beoogt. Als u zegt van de samenleving voorop, we gaan inwoners bevragen, we willen dichter bij de inwoners staan. Dat vraagt ook om bepaalde competenties van de ambtenaren, maar ook van de wethouders straks. Dus u zult daar met z'n drieën, als drie partijen, binnen de gemeente echt samen moeten optrekken. Want voor veel inwoners bent u gewoon de gemeente. Dus dan zou het mooi zijn als u met één mond kunt spreken. En dat bedoel ik van, zorg dat de zaken intern goed op orde zijn, dat u op één lijn met één mond spreekt en ga dan naar buiten. Want ik kan voorbeelden noemen waar het misgaat als dat niet het geval is. Als u wel naar buiten gaat, maar eigenlijk nog niet precies weet waarover en met wie, dan nemen inwoners u al heel snel niet zo heel serieus als u niet oppast. Daarom mijn waarschuwing, neem de tijd. Ik zei al, ik heb de verkiezingsprogramma's goed doorgelezen. En toen kwam ik tot een aantal thema's die zich volgens mij heel goed lenen voor een ommerakkoord. En ik denk ook echt, als u op straat zou gaan vragen aan inwoners, wat wilt u, waar, over welke onderwerpen zou het moeten gaan, dan komt u op sociaal ommen. De transformatie van het sociale domein, maar ook, ik heb heel veel gelezen over mantelzorg, hoe belangrijk u dat vindt, over vrijwilligerswerk enzovoort. En als je dat dan koppelt aan vergrijzing, die ook in ommen gaat plaatsvinden en eigenlijk al begonnen is, dan zijn er thema's die u volgens mij heel goed, die zich lenen voor zo'n ommerakkoord, om per buurtschap soms of dorpskern te vragen, hoe wilt u in uw buurt dat we de zorg gaan regelen? Als we willen dat er meer vrijwilligerswerk is, dat mensen omzien naar elkaar, nou, hoe moet je dat organiseren? Vraag het aan mensen, dat weten ze heel goed zelf. Duurzaam ommen, nou ja, ook in de verkiezingsprogramma's aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie. Hoe gaat u dat doen? Ja, dat kunt u ook als gemeente niet doen. U bent maar één van de vele netwerkpartners om de doelstellingen van energie-neutraliteit te gaan halen. Dus dat zou een mooi onderwerp zijn om dat ook samen met uw inwoners vormen inhoud te geven. Bereikbaar ommen is ook een veelvuldig terugkerend thema, ook in de verkiezingsprogramma's. Ook in houvast voor de toekomst. En het gaat dus ook vooral de bereikbaarheid hier van ommen, van de stad. Maar ook zeker de bereikbaarheid van het buitengebied. Verkeersveiligheid zijn allemaal thema's die ik echt in alle programma's terug zag komen. Leefbaar ommen hangt daar ook mee samen. De leefbaarheid vooral van het buitengebied. Ook een rode draad door de programma's heen. Dus dat zou volgens mij een mooi thema ook kunnen zijn. Daar valt ook onder wonen. Ik zie heel veel in uw programma's terug over wonen. En vooral de diversiteit en verschillende nieuwe woonvormen. Oud, jong, intergenerationeel. Hoe mooi is dat als u dat ook aan mensen gaat vragen, hoe wilt u wonen als u wat ouder wordt of als u juist jong bent en u wilt graag in Ommen blijven wonen enzovoort. Nou, en tenslotte, kan eigenlijk niet missen, of tenslotte, komt er zo nog één, recreatief Ommen. Ja, Ommen staat voor mij ook bekend om toerisme en alle recreatiemogelijkheden, maar ook de economische kansen die sector biedt. Maar dan moet er wellicht nog wel wat gebeuren. Dit kunt u combineren met de verandering in de zorg, boerderijen, vrijkomende agrarische bedrijven, hoe kunt u die anders gaan bestemmen? Nou, dat zie je ook al veel, dat daar bijvoorbeeld zorgboerderijen ontstaan. Maar je kan ook zeggen, juist op het gebied van toerisme en recreatie, zou je het buitengebied nog meer of anders kunnen gaan benutten. U heeft allemaal wat suggesties gedaan over de vecht, hoe je die nog veel beter misschien een plek kan geven. Nou ja, doe het vooral samen ook met de ommenaren. Volgens mij een mooi thema om het ook in een ommenakkoord op te nemen. En in het advies, als u goed gelezen heeft, had ik dienstverlenend ommen als één van de thema's. Maar later dacht ik, ja, maar eigenlijk is dat misschien wel een hele mooie paraplu. Want achter al deze thema's zit wel iets ook het aspect van op welke manier wilt u invulling geven aan de rol van de gemeente. En ik geef het ter overweging om juist die paraplu, dus die dienstverlening in de brede zin van het woord, inclusief wat verwacht u straks van de ambtelijke organisatie, dat u dat onder verantwoordelijkheid van het college zou brengen. En natuurlijk mag u er altijd wat van vinden. Begrijp me, want het hangt heel erg samen met die andere vijf thema's. Die zijn de inhoud en ik kan me voorstellen dat dienstverlenend om een mooie paraplu daarvoor is. En nou kom ik op mijn dia van, heeft u vragen, ongetwijfeld?
Maar die ga ik dan graag toelichten. Wie van u mag ik het woord geven? Vindt u het handig als ik gewoon de fracties langsloop? Is dat een idee? Ja? Zal ik dan bij meneer Moerman beginnen? Dan houd ik weer de volgorde van klein naar groot aan. Is dat goed? Ja, voorzitter, dank u wel. Eigenlijk een vraag. U zegt dus in de ene zijde een coalitieakkoord, aan de andere kant een raadsbreedakkoord, een raadsakkoord. Er zijn ook heel veel gemeenten waar ze ook zeggen van nou, een raadsakkoord, er zijn voorstanders van, er zijn ook expliciete tegenstanders. Die zeggen ja, het is een beetje de doodslag voor je politieke debatten. Want straks zeg je over een half jaar van ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Ja, maar u heeft het raadsakkoord getekend, dus u bent voor of u bent tegen. En ik vind er ook wel wat in zitten, moet ik zeggen. En ten tweede is het zo dat, als ik het goed de volgorde zie, dan pleit u dus eerst voor een coalitieakkoord en daarna gekoppeld, daarna een raadsakkoord. Nou kan het toch niet anders zo zijn als dat je het raadsakkoord een wat lossere en wat vagere versie van het coalitieakkoord is. Want je gaat niet als coalitie een raadsakkoord uitvoeren waar je een coalitieakkoord geen voorstander van bent. Dus is het zo dat je in uw optiek eerst het coalitieakkoord en daarna het raadsakkoord, dan zou het ook parallel kunnen lopen. En zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat je eerst dan een raadsbreed akkoord hanteert en daarna zegt we gaan niet kijken naar coalitievormingen, maar we gaan dan kijken naar wethouders die niet op basis van partijen worden gekozen, maar op basis van hun kennis en kunde met de opgave die onze raad te wachten staan. En dan gaan we daar kijken van welke persoon daar het beste bij past. Misschien is het handigst om de vraag telkens te beantwoorden. Want het wordt anders nogal een hele kunst, denk ik, om alle vragen te beantwoorden. En ook de diepgang van de vraag. Want als u deze vraag wil beantwoorden. In mijn advies heb ik, maar het is fijn dat ik even de gelegenheid om het te verduidelijken, heb ik aangegeven dat mijn advies zou zijn om het parallel te laten plaatsvinden. Dus een coalitieakkoord, echt beknopt, maar precies over die drie punten die ik aangaf. Geef daarin duidelijk de portefeuilleverdeling aan. Neem daar ook iets in, op over die drie discussiethema's die straks aan de orde komen. De lokale lasten en de brug enzovoort. Even kijken, dan vergeet ik mijn derde. Oh ja, omdat de onderhandelingen over de ontvlechting van de bestuursdienst, die gaan lopen, lopen al. Daar moet juist de komende maanden echt voor alles voor geregeld worden. En daarvoor zou ik zeggen, regel dat ook in een klein coalitieakkoord. En dan hoort u mij dus heel veel thema's niet noemen. En daarvan zou ik zeggen, werkt dat samen uit, u als zeven fracties, in een ommerakkoord. Ja, kunt u mij dat antwoord uitvoeren? Ja, bij de antwoord is het natuurlijk, u hoeft het niet mee eens te zijn, maar is het antwoord gegeven op uw vraag? Ja? Heeft u nog andere vragen, meneer Moerman? Nee? Meneer Mors. Ja, ik zou er eigenlijk nog graag op door willen gaan, want ik had er ook vragen over. Maar in principe, op het moment dat er kandidaat wethouders zijn, dan zijn ze dus met dat coalitieakkoord, als ik het goed heb begrepen, nu naar aanleiding van de beantwoording, eigenlijk op de inhoud van het raadsakkoord en het ommerakkoord eigenlijk nog niet gebonden. Klopt dat? Dan moet ik even denken of ik uw vraag goed begrijp. Nee, dat doe ik niet. Nee, als u hem nog één keer wil verduidelijken. Nou, omdat er nog in het ommerakkoord en het raadsakkoord, want eigenlijk hebben we een grote spreiding coalitie, raad en ommerakkoord. Dat ommerakkoord dat is nog helemaal niet tot stand gekomen. Het raadsakkoord, nou, daar gaan we met z'n allen over. En niet alleen de drie coalitiepartijen. Maar die drie coalitiepartijen gaan wel de wethouders leveren die de onderhandelingen gaan voeren over de BOH. Dus eigenlijk een puur technische en geen inhoudelijke. Klopt dat? Volgens mij hoor ik u nu drie akkoorden noemen. En dat is absoluut niet wat ik probeer te adviseren, of dat adviseer ik niet. En dat was inderdaad in de gesprekken, het was fijn dat de CDA op een gegeven moment met een voorbeeld kwam, wat ik u ook kon laten zien. Met hen had ik het eerste gesprek en toen vroeg ik ook, zaagde ik erg door van wat bedoelen jullie nou met een ommerakkoord? En hoe verhoudt zich dat tot een coalitieakkoord? En toen kwam mevrouw Bakelaar met het voorbeeld van de gemeente De Wolde. En dat is een raadsbreed akkoord. En dat zou ik zeggen, doe dat naast een coalitieakkoord, maar niet dan nog een ommerakkoord. Want tussen wie zou dat dan nog weer zijn? En dat kan ook allemaal.
Maar ik denk dat het heel mooi zou zijn, precies om wat ik net probeerde aan te geven. Er zijn al heel veel mooie visies en documenten waarin u plek en gehoor heeft gegeven aan en, ja, wat de samenleving in Ommen ook heeft aangegeven. Hè, de toekomstvisie, omgevingsplan. Er is een raadswerkgroep de vorige periode actief geweest. Borduur daar vooral op voort. En ik denk dat u dan op een hele mooie manier een Ommenakkoord kan maken. Dat dat raadsbrede akkoord is. Maar dat raadsbrede akkoord laat veel ruimte. Dat is echt ook op hoofdlijnen. Maar de thema's kaart u aan. Maar wat ik ook in de gesprekken aan heb gekaart van dat zijn de wat-vragen. Dus welke thema's. Dan zou ik echt zeggen neem daar samen een besluit over. Alle 7 fracties raadsbreed. Van dit zijn de thema's. En de hoe-vraag. Hoe wilt u dat in uw buurtschap of dorpskern of in de binnenstad. Dat we daaraan vormgeven. Dat u dat in een Ommenakkoord op basis van het Ommenakkoord gaat bespreken met de samenleving. Is dat duidelijk? Oké, dank. Dank u wel, mevrouw Legas. Kun je nagaan hoe ingewikkeld het is om ons onze burgers te gaan uitleggen. Hè? Het vergt hier al de nodige uitleg. En ik denk dat wij onze onderhandelingsdelegaties er ook in een goed gezelschap bevinden. Die daar ook heeft op zitten puzzelen, laat ik wel wezen. Zeker gezien de vragen die u gesteld heeft en die ook nog straks terugkomen in het tweede termijn. Wij hadden ons in feite voorbereid op een eerste duiding op het advies. Dus ten aanzien van de vragen. Maar dat is ook misschien nog wel meer weer naar de collega's toe. Het coalitieakkoord, dat zegt u ook terecht, ga daar voortvarend mee aan de gang. Maar dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar de onderhandelingen rondom de BOH. Dat zijn ook de lijnen waarin de 3 partijen die de coalitie gaan volgen elkaar op hoofdlijnen weten te vinden. En het is heel erg mooi, dat hebben we ook geconstateerd in de analyse die we gekregen hebben. Maak er ook vooral gebruik van, zou ik zeggen. Om te zien dat er heel veel hoofdlijnen in zitten, maar er zitten ook cruciale verschillen in. En dan begrijp ik niet zo heel erg goed waarom u er nu voor kiest dat wij raadsbreed de discussie aan moeten gaan over de verschillen met die 3 vragen die u straks gaat stellen. Want dat is nogal een politieke duiding die relevant kan zijn voor de onderhandelingen met de 3 coalitiepartijen. En dan heeft onze fractie zoiets van, ze zoeken het eerst maar even uit. Dan kunnen we in het kader van het coalitie... Ja, dat is wezenlijk van belang, want je moet daar wel samen mee verder. En als je dan een meerderheid in de raad hebt en daar zal iemand binnen de coalitie ongemakkelijk mee moeten dealen, dan heeft dat altijd consequenties in het uitwerken daarvan. Zo realistisch moeten we zijn. Dus het is niet dat wij ons daar niet over uit willen laten, maar de volgordelijkheid is ons niet helemaal duidelijk. Dat is de vraag die mevrouw Lagaf stelt. Zou u antwoord kunnen geven op de vraag over de volgordelijkheid? Die 3 punten hè, van lokale lasten, de brug, die heb ik bewust in het advies opgenomen. Want inderdaad, ik gaf zelf al aan in mijn advies, dat zouden de onderwerpen moeten zijn. Dat zijn echt politieke thema's. Die zouden in een coalitieakkoord tussen de 3 partijen, hè, die ik adviseer om een college te vormen, die moeten daarin een plek krijgen. En ik vraag het vanavond bewust aan u allemaal om daarop te reageren. Zeker ben ik nieuwsgierig naar de 3 partijen die al dan niet na vanavond hè, de coalitieonderhandelingen gaan starten. Wat die daarvan vinden. Maar u heeft zelf ook aangegeven om een groot deel van dit traject in de openbaarheid te doen. Vandaar dat ik in mijn advies aangeef en het fijn zou vinden als we vanavond van alle fracties op die onderwerpen een reactie krijgen. Hoe u daarin staat. En het is dus nadrukkelijk, is mijn advies om dat onderdeel te maken van het coalitieakkoord. Dus vooralsnog tussen de 3 partijen, als het advies wordt overgenomen, die gaan onderhandelen. Maar ik kan me voorstellen dat de komende 4 jaar komt dat uiteraard terug hier in de raad. Maar dan weet u ook, maar ook vooral de mensen in Ommen, hoe u tegenover die onderwerpen staat. En de volgordelijkheid, parallel dus dat Ommenakkoord, en die gaat dan over sociaal, over duurzaam, over recreatief. En daar kan best zijn dat als de 3 partijen nu het voortouw nemen om u ook te bevragen wat moet er in een Ommenakkoord, dat daar misschien ook wel punten naar voren komen waarin u politiek het niet helemaal met elkaar eens bent. En ook dat is goed om dat gewoon nu van elkaar te weten, om te kijken waar dat eventueel een plek moet krijgen. Want dus er zijn er nog meer mogelijkheden. Je kan ook bepaalde onderwerpen tot vrije thema's gaan bestempelen als je daar in een coalitieonderhandeling niet uitkomt. Vertrouwen en hoop heb ik vooral dat die onderhandelingen goed gaan lopen. Maar het kan ook wel zijn dat het niet gaat lukken. En dan is het fijn om te weten hoe andere partijen over deze thema's denken. Mevrouw Legas, was dat een antwoord op uw vraag? Ja, maar dat antwoord roept de volgende vraag op, voorzitter. Dus als mij toestaat om een aanvullende vraag te stellen. Jazeker, dat mag. Want daar zit nou de verwarring. Want u betrekt het nadrukkelijk bij de voltallige raad. Maar u geeft net aan, als men er in het coalitieakkoord niet uitkomt. En daar wringt hij voor ons gevoel een beetje.
Nou ja, dan moet ik. De kern is, waarom ik het vraag, is inderdaad omdat het onderdeel wat mij betreft is van de coalitie onderhandelen, van een coalitieakkoord. Omdat ik bespeur dat daar, dat meningen daar uiteen kunnen lopen. En ik vraag me dat zelfs af, wat ik gehoord heb in de gesprekken. Dus ik wil kijken of u inderdaad zo ver uit elkaar ligt of dat het misschien wel dichter bij elkaar ligt. En het hoort voor mij gewoon bij een transparant proces als wat u nu gestart bent als raad. Ik heb toch één vraag, voorzitter. Het spijt me zeer, voorzitter, maar ik had nog één vraag over het geheel. Bij de thema's, misschien is het kan ergens in verwerkt zijn. Nee, het schemaatje staat natuurlijk niet meer op de camera. Maar de thema's economie en werkgelegenheid missen we toch eigenlijk wel. Waarom is daar niet voor gekozen? En u heeft nu de dienstverlening er als het ware uitgefilterd als paraplu. Daar komt het woordje samenwerking in voor. We misten in feite ook een klein beetje de wat bredere samenwerking dan alleen om en gericht. Het kan wel bedoeld zijn, maar we konden het uit de tekst niet zo halen. Mevrouw Campagne. Die samenwerking waar u op doelt, die probeer ik wel, zeker bij dat dienstverleningsaspect, die bedoel ik daar wel. Van hoe sta je als ommen in de regio? Wie zijn je samenwerkingspartners op de meest uiteenlopende terreinen? Is daarmee uw vraag beantwoord? Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, u dacht aan uw gelaatsuitdrukking te zien dat ik mijn buurt voorbij zou gaan, maar dat bent u van mij volgens mij niet gewend in deze. Ik weet dat dat zo niet kan zijn, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, ik heb misschien een lange inleiding die tot één vraag zal leiden. Maar voorzitter, als wij terugkijken naar het advies, moet ik zeggen dat wij het gesprek als zeer plezierig hebben ervaren. Als ik terugkijk naar het proces en het advies, dan zou dit een reële uitkomst kunnen zijn dat de drie grootste partijen met elkaar verder kunnen gaan. Maar wat wel bij ons ook kwam, voorzitter, daar ben ik ook heel eerlijk in. Als ik terugga naar de eerste openbare bijeenkomst waar de heer Bongers van de LPO zei, tegen mevrouw Bakelaar van zullen we maar aan de keukentafel gaan zitten en het oplossen. Dat had in deze, met dit advies, had dat ook een oplossing kunnen zijn. He, want eigenlijk is dit de meest voorhand liggende. Alhoewel wij, en dat hebben we ook altijd aangegeven, ook ons wel hadden zien deelnemen aan een coalitie. En de vervolgvraag, als ik zeg maar kijk van hoe wij daar ons in gaan bewegen in dat veld, en ook met onder motief. Want u stelt daar behoorlijk wat vragen, ook over hoe je het proces met de betrokkenheid van de burgers, de inwoners, dat spreekt ons zeer aan. Hè. En bij ons kwam wel een beetje op van, god, dat is nou een mooi proces, want de landelijke partijen die kiezen er landelijk voor in kader van het referendum om de burger maar rechts te laten liggen. Hè. Dat referendum daar even de nek om, dat is nou een mooi proces om dat hier in Ommen dan op een goede manier op te pakken. Dat spreekt ons zeer aan. Het gaat ons in totaliteit ook niet om het wat, maar het hoe. En voordat wij, dan sluit ik wel een beetje aan wat de VVD-fractie zegt, voordat wij echt daadwerkelijk antwoorden gaan geven over de inhoud, hè, het proces spreekt ons aan, willen we toch eerst afwachten van wat de vervolgstap in de coalitie oplevert. Want voorzitter, er zijn, u benoemt een aantal punten en daar zijn wij het volgens mij ook niet over eens. Maar u vraagt wel wat van ons. Als u zegt van, ja, ik wil van u weten hoe we kijken naar de zondagsopening. Want dat is volgens mij het grootste heikele punt met de drie partijen in dit stuk. Ja, daar hebben we een behoorlijke ervaring hier in de gemeenteraad in. En daar zou ik toch wel vooralsnog eerst maar even de bal laten liggen bij degene die nu de boel op papier gaan zetten. Dat wil niet zeggen dat wij in de toekomst niet willen bewegen in dat OMRA-akkoord, hè. Want dat hebben we in het verleden bij het OMRA-motief ook gedaan. Goed gekeken van wat de burgers vinden. Maar één ding, voorzitter, vraag ik dan aan. Want er staat in uw advies, er staat wel het een en ander over mijn partij, voorzitter. De partij die, ik heb net nog even de ledenadministratie benaderd, die meer dan 80 leden heeft. Die een behoorlijk aantal kiezers erbij heeft gekregen, een aantal stemmers erbij. Wel te wezen ruim 14%. Dus dat betekent dat het draagvlak is in Ommen voor de partij als VOV. En dan staat hier de zinsnede dat de grootste deel van de fracties die hier aan tafel zitten, een samenwerking, omdat het politieke debat niet aanstaat,
ons uitsluiten. Dus dat betekent voor mij ook wat in het vervolgproces. Van hoe gaan we er mee om? Hè? Want de grootste kiesdeler zegt hier aan deze tafel. En ik vraag me af of dat het woord van de bevolking is. Als je zegt van we betrekken de inwoners van Ommen erbij. Dan ben ik toch wel nieuwsgierig van degene die dat gezegd heeft. Waar dat vandaan komt. En hoe u, maar ook degene die opmerkingen heeft geplaatst. Hoe die het vervolgproces vindt in A, het betrokkenheid bij het omwonend motief, maar ook B, de betrokkenheid in deze raadzaal, in het huis van de democratie, waar ook ruimte moet zijn voor minderheden, en dat zijn wij zeker niet een minderheid, want we zijn de nummer 4, de middelste, als het gaat om het aantal stemmen. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe de democratische partijen hier aan tafel het proces van de VOV zien en ook zien bij het betrokkenheid bij het omwonend motief. Meneer de Jonge, u stelt vragen aan de informateur, eigenlijk veel meer de technische vragen, maar u stelt ook vragen aan de collega's. Ik stel voor dat eerst de informateur, ik zal zeggen, de meer technische vraag beantwoordt en dan ook ruimte is in dit debat om vanuit door de collega's antwoord te geven op uw vraag. Allereerst wil ik meneer De Jonge wel heel hartelijk bedanken dat u zo positief ook reageert op het advies wat voor ligt. En dat u ook zegt van ja, ik vind het eigenlijk ook wel logisch vervolg op de uitkomst van de verkiezingen. En tuurlijk, ik zag hem aankomen dat u deze vraag zou stellen. Ik heb ook lang nagedacht, schrijf ik het op ja of nee? En ik heb het bewust wel gedaan. De uitslag leent zich er eigenlijk wel voor dat de drie grootste partijen, dat heb ik toen straks toegelicht, een coalitie gaan vormen. Daar had ik het bij kunnen laten. Maar ik denk voor de transparantie en de eerlijkheid en de helderheid, eigenlijk hebben nagenoeg alle partijen wel aangegeven. En dan moet ik ook even zeggen voor de mensen op de tribune, heb ik de zinsnede opgenomen. En zo is het ook aangegeven. Het gaat om de stijl van politiek bedrijven van uw fractie. Daar zit geen oordeel in voor goed of kwaad. Maar zodra het gaat over wie zouden een coalitie kunnen vormen, dat vraagt een andere stijl van politiek bedrijven dan u wellicht nu vanuit oppositie doet. En dan gaat het ook over samenwerken in een coalitie. Dat gaat over elkaar goed vertrouwen, weten waar je aan toe bent, wat de andere, hoe die zich opstelt. Dat is de zinsnede die ik wel bewust heb genoemd om man en paard te noemen. Ook zeker met het oog op de komende 4 jaar waarin u toch met z'n allen gaat samenwerken. En ik kan me helemaal voorstellen dat u ook andere fracties gewoon daarop bevraagt. Van, goh, hoe zouden we het misschien de volgende keer anders kunnen doen? Wat maakt dat deze opmerking nu is gemaakt? Dat het gaat over de stijl van politiek bedrijven. Maar dat heeft niks mee te maken dat u niet mee zou doen hier aan het politieke proces. Maar om de stijl. En wellicht kunt u daar, als u de volgende keer inderdaad in een bestuur, in een coalitie zou willen komen, kunt u daar wellicht uw voordeel mee doen. Daarom heb ik het genoemd, om man en paard te noemen. Dat is het antwoord van de informateur. Is er van de kant van de fracties behoefte om te antwoord te geven? Of willen de fracties antwoord geven, zo moet ik het formuleren, op de vraag die de heer De Jonge heeft gespeld? Ja, toch, mevrouw Bakelaar. Nou ja, ik denk dat we dat, tenminste, ik zou dat graag zo meteen in het debat willen doen. Tenminste, hè, dus, want anders lijkt het nu alsof we geen antwoord willen geven. Als CDA wil ik daar zeker wel antwoord op geven, maar dan gewoon even passend bij uw agenda. Ja, kunt u daarmee kunnen de andere fracties daarmee akkoord gaan? Ja? Ja, ik zag dit ook echt als een vragenronde en informateur en het debat, politieke debat tussen de fracties onderling, dat komt zo meteen aan de orde. Dat lijkt mij een uitstekende wijze van werken. Dank u wel. Heeft u nog meer vragen, meneer De Jonge? Nee? Meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Echt duidelijke vragen over het verslag hebben wij niet. Wel een positieve opmerking, want er rezen wel wat vraagtekens bij het lezen van het verslag. Niet over de uitkomst overigens. Die was ook ons wel gevallig, dat zal duidelijk zijn. Maar uw presentatie, mevrouw Campagne, heeft wel degelijk bijgedragen aan helderheid. Betere helderheid wat het Ommer-akkoord betreft. Ook al zou wat net aan reacties is gegeven daar weer het tegendeel van laten zien.
zoals wij het hebben gelezen en hebben begrepen, dienen we eerst na te gaan als voorgestelde coalitiepartijen om te kijken of we elkaar kunnen vinden. Want we gaan gemakshalve nu maar vanuit dat het dit is. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Hè? Dus dat zal eerst duidelijk moeten worden. In welke vorm of op hoofdlijnen dat zal gebeuren, dat laat de praktijk dan wel zien. Daar zullen ongetwijfeld ook de concrete punten die u noemde, waar u een reactie nu om vraagt, in meegenomen worden. Wij kunnen op voorhand al wel zeggen, dus dat bedoel ik met, wij hebben geen vragen, maar wel een antwoord. Dat zullen we nu niet doen. Omdat wij vinden dat in dat eerste formatieoverleg, hopelijk op zeer korte termijn, en weer een beantwoording van de vraag, ja, als u toch vraagt van, zou ik ook formateur kunnen zijn? Wij zeggen ja, graag. Onder uw leiding op vrij korte termijn deze punten behandelen, waarbij als wij komen tot verder gaan als drie coalitiepartijen, vervolgens de andere partijen willen bevragen op thema's die zij ingebracht willen zien in welke naam dan dat document ook krijgt. Vanavond een aantal keren om een akkoord genoemd, dat mag van ons ook een andere naam zijn. Maar in ieder geval naar die kant toe werken aan een stuk. En zoveel tijd later, en daar zijn we ook wel degelijk gevoelig voor, als, zoals u dat noemt, de rust in de tent weer een beetje zal zijn weergekeerd, dan ook wel degelijk de bevolking en daarvoor in aanmerking komende organisaties bevragen op hun inbreng. Dat is het proces zoals wij dat voor ogen zien, maar niet vanavond. En ik heb, dacht ik, ook al wel wat uitlatingen gehoord vanavond die onderstrepen wat ik nu ga zeggen. Niet tot op punten en komma's de drie onderwerpen waar u om vraagt nu bespreken. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Moor. Er zijn verder geen vragen aan de informateur, stel ik vast. Dat is juist, meneer de voorzitter. Ik vergeet eigenlijk nog één vrij belangrijk ding. Namelijk, als wij zouden praten over deze onderwerpen nu, zit er meteen ook een financiële component aan vast. Wij hebben gevraagd van, wat zijn de financiële kaders? Al met al vinden we het ook terecht dat u hebt gezegd, ik heb die vraag uitgezet, maar nog niet op dit moment, op een later moment. Nou, dat zien wij dus ook samenvallen met besprekingen in de formatieonderhandelingen. Dank u wel, meneer Van Moor. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil allereerst de informateur bedanken voor het duidelijke en heldere rapport. Ook het advies, daar kunnen wij ons prima in vinden. Wat onze vraag op dit moment betreft is vooral het tijdspad. Hoe ziet u dat? Want ik denk het om een akkoord, dat zal een wat meer lange termijn traject zijn. Maar de coalitievorming, heeft u daar een idee bij qua tijdspad? Nou, mijn eerste antwoord zal zijn, daar gaat u straks zelf over. Aan mij zal het niet liggen, zou ik wel zeggen. Ik kan me wel voorstellen, want ik heb data gehoord, maar dan kijk ik ook even naar de voorzitter. 1 juni voor de ontvlechting van de bestuursdienst is een datum bijvoorbeeld. We hebben de afspraak gemaakt dat er op 1 juni een uitvoeringsplan voor de ontvlechting van de bestuursdienst ligt. Dat klopt. Dat maakt, hè, in het verlengde van mijn advies, als dat een onderwerp ook is van coalitieonderhandelingen en wie is daar zo meteen verantwoordelijk wethouder voor, om inderdaad, ja, ik zou gewoon zo snel mogelijk starten, want volgens mij ligt er al een hele mooie basis op basis van inhoud. Ja, meneer Bongers, nog nadere vragen? Nee? Mevrouw Bakelaar? Ja, ook vanuit de CDA-fractie, mevrouw Campagne, hartelijk dank voor het rapport wat voor ligt en ook de verduidelijkende presentatie, want die geeft nog iets meer inkleuring inderdaad dan alle pagina's tekst. En dat is toch wel duidelijk omdat de proces en inhoud door elkaar lopen. Tegelijkertijd denk ik dat het heel in een zeer korte tijd heel duidelijk op papier is gezet en dat mag ook wel complimenten denk ik hebben, omdat we wel specifiek gevraagd hebben om een proces richting inwoners. Om antwoorden daarop te geven en ook een proces richting ons eigen inhoudelijke besluitvormingstraject. Daar waar het gaat om bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat dat hartstikke mooi is, dus dank daarvoor alvast. Ik heb één vraag vanuit de CDA-fractie, ook vanuit nieuwsgierigheid, omdat we met elkaar een nieuwe manier van besluitvorming in willen, interactie met inwoners. En op de laatste pagina van uw advies geeft u aan dat uw advies is om eveneens de komende periode besluitvormingscyclus te herzien en die meer in lijn te brengen met de raadsbreed gedragen wens om inwoners van Ommen meer en op een andere wijze te betrekken.
dialoog, debat, besluitvorming zullen beter moeten worden gescheiden. Nou kan ik me daar heel veel bij bedenken. Zoals dat we als raad in het cultuurhuis gaan zitten. Dat we op een andere manier een informatiemarkt gaan doen met elkaar. Dat we de meeste wilde oplossingen bedenken. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat is uw kleuring? En heeft u daar ook voorbeelden van andere gemeentes? Want die zijn er, maar of bedoelt u iets heel anders? Nee, ik bedoel niet heel anders, maar wel inderdaad in het verlengde wat ik zei van en ambtelijke organisatie en college en raad. U moet allemaal hiermee aan het werk om, dus ook procedures binnen uw raad wellicht aan te passen. Want u heeft eigenlijk allemaal aangegeven, we nemen hier soms besluiten, maar we willen eerst inwoners veel vaker en meer raad gaan plegen. En dan zou je zeggen, dan kun je eerst een informerende ronde houden. Je besluitvormingscyclus zo in gaan richten dat het veel meer aansluit op wat je beoogt met een OMA-akkoord. Dus eerst informeren, informatie ophalen, wat vinden de inwoners ervan rond een specifiek thema. Dat u dan vervolgens het debat met elkaar in deze raadzaal aangaat, zodat u van elkaar ook weet hoe staan we daar nou tegenover. En dat dan het besluit volgt. En daar zijn inderdaad heel veel voorbeelden van. Ik heb zelf ervaren dat bijvoorbeeld de gemeente Zwolle doet het ook. Met een informatieronde, een debatronde en een besluitvormingsronde. Dat is eigenlijk niet eens heel uniek. Maar ik vond wel wat u net aangeeft, van dan zouden we ook veel meer op locatie moeten doen. Dat doen heel veel raden nog niet. Daar zou de Raad van Ommen wel weer uniek in zijn. Ik denk dat het heel mooi is dat je dat gebaar maakt dat je naar mensen toe gaat. En niet allemaal hier in die zaal vraagt. Dank u wel, mevrouw Campagne. Is er behoefte, want we hebben aangekondigd, zou nog een tweede ronde voor vragen, informatieve vragen aan de informateur zijn. Is daar ook behoefte aan op dit moment? Als dat... Mevrouw Wenaars. Bedankt. Wat ik me nog afvroeg is, u had het op een gegeven moment over de wethouders. Die worden door de partijen, zijn partijgebonden. Politieke kleuring dus, maar voor de rest zijn we het continu over samenwerking. En ik vraag me af, in hoeverre gaat dit ook samenwerking? Want we roepen nu samenwerking, we moeten alles samen doen, raadsbreed gedragen worden, besluitvorming moet samen, akkoorden moeten samengewerkt worden. Maar we gunnen het niet dat een andere doet, het moet onze kleur zijn. Hoe wordt dit samenwerking? Mevrouw Campagne. Volgens mij sluit het een en het ander niet uit. Ik geef vooral ook terug wat ik gehoord heb in alle gesprekken. En daar was nadrukkelijk wel de wens om dit keer wethouders aan te wijzen. Niet meer boven de partijen, maar meer partijgebonden. Dus dat geef ik u ook terug, daarmee, die wens. Maar volgens mij kan het prima samengaan. Want ik gaf net al aan, het coalitieakkoord zou in mijn advies heel klein en beknopt moeten zijn. Gewoon over de politieke punten die nu spelen, de discussiepunten. Daar zouden dan de onderhandelaars afspraken over moeten maken in dat akkoord. Maar voor de rest, als het gaat over duurzaam of sociaal, dan zeg ik ja, dan zou ik wel de drie onderhandelaars, iemand moet de lead altijd nemen. Als je met z'n allen kapitein op een schip bent, dan gaat het alle kanten op. Maar ze zouden wel u allemaal moeten bevragen op thema's die u ook terug wil zien. U, alle zeven partijen, in zo'n OMA-akkoord. Ik hoop dat ik daarmee eigenlijk duidelijk heb gemaakt. Volgens mij kan dat ook prima een wethouder die partijgebonden is. Want uiteindelijk bent u als raad, u besluit of u al dan niet een besluit aanneemt, ja of nee. Ben ik er helder? Of? Ja, wel helder. Ik vraag alleen wel af of het kan. Meer ook vanuit mijn vak van HRM. Als je kijkt naar talenten en naar waar je iemand neerzet, dan kijk je inderdaad naar de kennis en kunde, zoals mijn collega hiernaast al een keer aangaf. En ga je niet uit van waar iemand vandaan komt. En dit wordt nu andersom gedaan. De kennis en kunde wordt dus achteraf pas bekeken. En als die niet in huis is, vraag ik me af in hoeverre dus nog de samenwerking is. Dus uiteindelijk moet het volgens mij het proces altijd andersom. Eerst het raadsbrede, het samenwerking. En van daaruit ga je kijken waar hebben we de kennis en kunde nodig. En ga je daaruit een wethouder voorleggen. En niet wat nu al naar voren is geschoven vanuit een politieke club. Mevrouw Wenner. Dank u wel. Er is een antwoord gegeven door de informateur op de vraag die u gesteld heeft. Het is niet de bedoeling dat we met de informateur in debat gaan over de standpunten of de informatie die de informateur geeft. Dus we nemen kennis van uw inbreng. Dank daarvoor. Zijn er nog andere vragen? Meneer Van den Boren. Ik heb inderdaad weer misschien niet eens een vraag, maar wel in vervolg op de discussie die net plaatsvond.
Laat ik het dan toch maar doen in de vorm van een vraag aan de informateur. Zou het niet verstandiger zijn om niet te praten over een partijgebonden wethouder, maar een wethouder afkomstig uit een partij die en over de kennis en kunde beschikt om voor de taak waarom het staat daar invulling aan te geven en bovendien zich bewust is van dat sinds een aantal jaren al een duaal stelsel ook hier in Ommen geldt, waarbij een wethouder verantwoordelijkheid heeft voor heel de raad en niet voor een partij? Kunt u daar een antwoord op geven? Mevrouw Kopanje. Nou ja, daar ben ik het bedankt voor uw toelichting. U legt het eigenlijk precies uit zoals ik het had willen doen, maar kwam er niet helemaal uit. Dus fijn. Nee, maar zo zie ik het ook, ja. Tijboekje is niet voldoende, dat is duidelijk. Ja. Wie nog meer in tweede termijn? Niemand. Dank u wel. Dan stel ik het volgende voor, mevrouw Kopanje, dat u de drie vragen die u al aangekondigd heeft over de drie thema's nog even kort toelicht. En dat we vervolgens ruimte geven aan de aanwezige delegaties om met elkaar het debat aan te gaan. Ja. En dan er zijn drie vragen drie gesteld, dus nog een vraag door één fractie gesteld. En die kunnen dan in het debat worden meegenomen, stel ik voor. Ja, mevrouw Kopanje. Oh, hij komt zo. Maakt het spannend. ja, ik had een aantal vragen heel op een rijtje. En die eerste vraag kunt u misschien denken, goh, moet ik daar nou weer over beginnen? Maar ik zou het toch fijn vinden als u alle hier uitspreekt, waarom wilt u een Ommen-akkoord? Niet om hier vervelend te doen, maar het is heel belangrijk om allemaal vanuit dezelfde informatiepositie en dat u ook van elkaar weet hoe u denkt over een Ommen-akkoord. Want in de gesprekken liep het soms niet uiteen qua van het idee, we willen veel meer samen met onze inwoners. Maar wel de beleving bij, wat is nou een Ommen-akkoord? Waar gaat het eigenlijk over en met wie willen we dat dan? En ik zou het fijn vinden als u allemaal op uw beurt daar kort nog nu een toelichting op wil geven waarom u dat zo belangrijk vindt. Ik heb een aantal thema's geduid. Hè, de duurzaam Ommen, sociaal Ommen enzovoort. Misschien kan ik die dia zo nog even terugzetten als we bij die vraag komen. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig, ook voor de partijen die straks de onderhandelingsdelegatie gaan vormen. En dat is mijn advies dus, dat die ook het Ommen-akkoord, dat proces, samen op poten gaan zetten. Kunt u hen ook laten weten, wat vindt u van die thema's? Of moet er misschien iets bij, moet er iets af? Of heeft u al een invulling van sociaal Ommen, duurzaam Ommen enzovoort? Gewoon om daar nu een korte toelichting op te geven. Juist om, eerlijk gezegd, die voortvarendheid die u alle gevraagd heeft, om die vaart er ook in te houden. En dan inderdaad, u heeft een aantal fracties heeft er net al een reactie op gegeven. Maar ik had drie concrete politieke discussiepunten waar ik graag uw reactie op zou willen horen hier in de openbaarheid. Maar dat is aan u hoe u daarop reageert. En dat heeft u net aangegeven. Maar dat is inderdaad de verkeersveiligheid op de Hessel-Mulletbrug. Die kent u alle. En welke oplossingsrichtingen ziet u eventueel voor u? De zondagsopenstelling van zowel supermarkten, horeca, maar ook de winkeliers in de binnenstad. Hoe kijkt u daar tegenaan? En ja, hoe kijkt u aan tegen lokale lasten? Al dan niet een verhoging, dan wel verlaging, als dat de komende jaren financieel nodig zou moeten zijn of niet nodig hoeft te zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat zijn mijn vragen aan u, voor uw debat. Dank u wel, mevrouw Kopanje. Nou, de drie vragen liggen dan voor. Waarom een Ommen-akkoord? Wat herkent u de thema's in het Ommen-akkoord? En heeft u op dit moment al een visie op de drie vragen, de drie thema's die door mevrouw Kopanje zijn gepresenteerd? Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lagas. Voorzitter, maak punt van orde. Is dan misschien zeker handig om nu dan bij de voorgestelde coalitiepartijen te beginnen? Ik zou eigenlijk de volgorde van klein en groot weer willen aanhouden, als u zich daarin kunt herkennen. Is dat akkoord? Ja, is dat akkoord? Ook voor alle partijen? Mevrouw Bakelaar, bent u daar ook mee akkoord? Ja. Meneer Mors? Ja, meneer de voorzitter. Bent u akkoord met die volgorde? Ik ben akkoord met de volgorde, ja. Alleen ook nog een klein punt van orde. Want net zoals mevrouw Lagas hebben wij ook een voorbereiding gedaan van een algemene duiding van het verhaal. Dat komt nu niet naar voren en dat vind ik wel erg jammer. Ik stel voor, de vragen zijn door de informateur gesteld. Het is een debat, dus u heeft alle ruimte om ook de duiding die u heeft, om die ook een plek te geven. Ik zou u dat ook niet willen ontnemen, vanzelfsprekend niet. Want het is de bedoeling dat u met elkaar het debat voert.
Dan moet u moet zich in die zin ook niet beperkt voelen door de vraag. Is dat het antwoord op uw vraag? Meneer Moerman. Ja, voorzitter, ik heb er geen probleem mee om te beginnen. Dan wil ik het raad graag even het verslag duiden zoals het hier voor me ligt. Wat betreft de coalitievorming, inderdaad, gezien de uitslag is het een logische keuze. Je kunt wel vraagtekens stellen bij de afspiegeling van de samenleving, bij twee partijen met een christelijke signatuur. Maar goed, dat is aan de toekomstige coalitiepartijen hoe zij daarin staan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat betreft partijgebonden wethouders of niet, wij zijn voorstander van de partijgebonden wethouder inderdaad. Helaas hebben we moeten constateren dat in de campagne het systeem met wethouders boven de partijen aan hevige slijtage onderhevig was. Dus wat dat betreft is een partijgebonden wethouder wel een logische keuze in deze. Als het gaat om meer dan twee wethouders, ja, daar zijn we ook een voorstander van. Wij vinden wel gezien de financiële uitdagingen die om ons staan te wachten, vinden wij drie fulltime wethouders wel een hele grote financiële opgave. Dus wat ons betreft denken wij dan meer aan de 2,5 FTE. Wat betreft het raadsakkoord, daar heb ik al inderdaad al een aantal opmerkingen over gedaan, over de voor- en de nadelen, over het wel of niet doodslaan van het politieke debat. En als je nou de burger of de inwoner van Ommen en de politiek bij elkaar wil brengen, dan moet je juist het politieke debat hier in de raadzaal veel meer propageren. En dat bereik je ons inziens niet door een raadsakkoord samen te stellen waarbij je dus op heel veel lijnen het al eens bent en waarbij je dus te pas en te onpas over 3,5 jaar nog om de oren kunt geslagen kunt worden met ja, nee, maar u heeft dat raadsakkoord getekend, dus u kunt er helemaal niet tegen of voor zijn. Vervolgens is het ook zo dat onze mening is dat je eerst een raadsakkoord met alle partijen dan zult moeten besluiten. En vervolgens kun je daar een coalitieakkoord onder gaan leggen. En niet parallel en ook niet in omgekeerde volgorde. Anders is het raadsakkoord alleen maar een aftreksel van het coalitieakkoord. En dan is het aan de oppositiepartijen om te slikken of te stikken. Nou, en wat betreft de drie thema's waar de vragen over gingen, inderdaad over lokale lasten. Maar goed, we hadden net over die thema's, bijvoorbeeld over duurzaam Ommer. Er staat inderdaad een enorme energietransitie te wachten, met een enorme opgave, maar ook financieel gebied. En voor PvdA is het een hele belangrijke vraag dan, wie gaat het betalen? En dan heb je het over financiën en dan ben ik heel benieuwd hoe de toekomstige wethouder van financiën er tegenaan kijkt. En dan kunnen wij met z'n allen over sociale duurzaam hebben, maar vooral de vraag wie die energietransitie gaat betalen is een hele belangrijke. En dan heb je het weer over de coalitie. Dus wat dat betreft is ons mening ook duidelijk. Lokale lasten. Wij hebben altijd gezegd dat wij staan voor een degelijk financiële huishouding. Wij waren en zijn ook geen voorstander van afschaffing van bijvoorbeeld hondenbelasting. Natuurlijk zijn wij geen voorstander van een verhoging van lokale lasten. Tenzij het noodzakelijk is voor een goed financieel beleid. Heel duidelijk, heel simpel. Nou, daar wil ik in de eerste instantie even bij laten. Dank u wel, meneer Moerman, meneer Mors. En ik nodig u van harte uit om ook een algemene beschouwing te geven. Meneer de voorzitter, ik wil daar graag gebruik van maken. Er zal gedeeltelijk ook overlap zijn. Maar in ieder geval komen de vragen die gesteld zijn ook aan de orde. Zij het dan in andere volgorde. Maar, uiteraard een zeer zinvol advies en getalsmatig is dit de meest logische combinatie om met relatief weinig partijen brede steun in de raad te verkrijgen. Daar mogen we ons gelukkig over prijzen, want bij andere gemeenten ligt dat soms wel eens anders. Gelukkig zijn we ook met de aanpak dat expliciet is aangegeven dat ook de overige partijen en inwoners worden betrokken onder het motto samen maken we Ommen. Uiteraard willen we daar dolgraag aan meewerken, want ook wij hebben aangegeven dat we eerst naar de inhoud van het akkoord kijken en pas daarna wie met wie dat akkoord het beste kan worden gerealiseerd. Verheugd zijn wij ook dat in het verslag als eerste onderwerp wat in het Ommenakkoord benoemd zou worden het dienstverlenend Ommen. Nou, u heeft dat nu ook al aangegeven, dat is eigenlijk de paraplu. Naast verkeersveiligheid, waarmee tevens bedoeld leefbaar en bereikbaar Ommen, is dat echt een zorgenkindje.
Wellicht kan juist de ontvlechting van de BOH een heroverweging van de werkwijze van het dienstbare Ommen en dan met name ook van de ambtenaren die u ook heeft genoemd, kunnen versnellen. Punt van zorg kan wel zijn, als we het verslag bekijken, dat twee christelijke partijen in dit college komen waar het aantal zetels voor de christelijke partijen juist is afgenomen met één. In het licht van de eerdere discussies, het is al eerder genoemd, over de zondagopenstelling van supermarkten en wellicht een iets ruimere regeling voor de overige ondernemers, kan dat lastig zijn. Met name een van de coalitiepartijen, de LPO, heeft in het verkiezingsprogramma juist staan een verruiming van de mogelijkheden tot de openstelling van de winkels en heeft zich in het verleden ook uitgesproken dat die regeling juist door de ondernemers bepaald moet worden. Laten we die verworvenheden die we hebben, laten we die koesteren, die goed zijn voor de economie van Ommen en Ommen ook aantrekkelijk houden voor de gasten. We willen alvast een voorschotje nemen, u heeft hem ook al genoemd, op dat onderwerp en stellen voor dat dit een vrije kwestie wordt en dat de meerderheid in de raad een voorstel recht doet aan de meerderheid van de raad die het voorstander is van verdere verruiming. Uiteraard als de ondernemers dat willen. Een tweede punt van zorg voor D66 is het advies van de informateur, is het financiële plaatje. Er staat, randvoorwaardelijk is dat Ommen bij dit alles een stabiele financiële positie moet nastreven. Nastreven is wat D66 betreft niet genoeg. We zijn net bezig met een opgaande lijn. En laten we die lijn voortzetten. En door aan de ene kant lastenverlaging, denk aan de toeristenbelasting, forense dan wel hondenbelasting, te beloven. En aan de andere kant hele dure voorzieningen, zoals een rotonde bij de Hessel-Mühlerbrug, staat op gespannen voet wat ons betreft met een goed financieel beleid. Als we dan ook over de Hessel-Mühlerbrug komen, een oplossing van een rotonde, even heel concreet, heeft niet onze voorkeur. Niet omdat we dat niet zouden willen, maar we weten gewoon dat dat minimaal een aantal miljoenen gaat kosten. En dat hebben we gewoon niet. Het lijkt ons voor vanavond nog niet het moment om alle mogelijke onderwerpen uit te diepen voor het Ommenakkoord. Want wij hebben nog veel meer nood op onze zang, zoals duurzaamheid. De recentelijke motie van Rob Jetten in de Tweede Kamer over het aardgasloos bouwen, etcetera. Jeugd, recreatie en dergelijke. Maar dat komt in de late tijdstippen aan de orde. In de afgelopen tijd hebben we in principe gewerkt met twee wethouders boven de partijen. Ons is dat goed bevallen, hoewel we ook hebben geconstateerd dat twee wel erg kritisch is. Drie wethouders is wat ons betreft beter. Het is voor D66 niet logisch om iemand vanuit een fractie naar voren te schuiven. Dat kan tot prikkels leiden. Het gaat ons, het is al eerder genoemd, om de kwaliteit van de persoon die de portefeuille goed moet kunnen vervullen. We gaan eerst kijken naar de inhoud, dan naar de persoon. De stad Ommen verdient krachtige en goede bestuurders. Ik denk dat in dit verhaal alle vragen zijn beantwoord. Zo niet, beantwoord ik ze graag. Dank u zeer. Meneer Moors, dank u wel. Mevrouw Legas, ik geef u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. De informateur gaf het zelf al aan en ook nog dank voor uw advies. Dat was in de eerste vragenronde even niet naar voren gekomen, omdat we het ook anders hadden voorbereid. Maar goed, dat geeft niet. Maar de dank is niet minder om, want het is een hele klus, lijkt mij, om al die dingen bij elkaar te brengen. Al was het wel natuurlijk zo dat, u gaf het ook al terecht aan, dat er een grote overlap zat in de programma's. En er zitten natuurlijk ook verschillen in, dat moeten we ook onderkennen. Vanzelfsprekend snappen wij ook dat er een advies uitgekomen is om de formatie in te gaan met de drie grootste partijen die samen 11 zetels in de raad hebben. En het is ook belangrijk voor de toekomst van Ommen dat er gewoon een stevig breed draagvlak in de raad is. Maar niet alleen met de coalitiepartijen, maar ook met de overige partijen. Want uw advies luidt ook inderdaad een beknopt, compact coalitieakkoord. Dat betekent dat er ruimte komt voor andere politieke keuzes die misschien wel een heel andere meerderheid gaan krijgen in de raad. En dat hangt voornamelijk af van inderdaad van de thema's. De thema's, daar kunnen we ons vanzelfsprekend in vinden, want die heeft ik gewoon ook al uit die programma's
programma's gehaald. Ik noemde straks nog wel even als aanvulling de thema's rondom werkgelegenheid en economie, want die komt er eigenlijk wat mager uit. En uw opmerkingen over waar wij voor staan, u had het sociale domein, haalde u daar stevig naar voren en ook de vergrijzing. Nou, dat kunnen we alleen maar aan wanneer wij ook een zeer florerende economie hebben hier in deze gemeente. En dat is toch echt breder dan alleen de recreatieve sector. We hebben ook natuurlijk de middenstand in het centrum. We hebben ook te maken met maakindustrie. We hebben met ICT te maken. We hebben met dienstverlenende bedrijven te maken. En we hebben nog een hele grote agrarische sector. En die komen er op deze manier wel heel erg bekaard vanaf. En die zouden we tekort doen om die niet thematisch ook mee te nemen in het belang van de economische dragers van onze gemeente. Om juist die sociale opgaven ook te kunnen gaan vervullen. De samenwerking heeft u al mooi toegelicht. Dat had ik nog als opmerking staan. Die stond er wat ingewikkeld in, maar uw toelichting was daarin voldoende. Ten aanzien van de thema's en de inhoud daarvan. We hebben het u ook al meegegeven tijdens de bespreking en u kwam daar vrij op terug in uw toelichting. Ik heb ze vandaag nog eens een keer weer opgeteld en ik kom er waarschijnlijk nog tekort. 10 samenwerkingsverbanden, afstemmingsverbanden gehad met onze bevolking de afgelopen 10 jaar. En dat lijkt 10 jaar een heel eind, maar we zijn met Ommermotief in 2008 begonnen. En als ik dan zie wat we allemaal tot nu toe gedaan hebben in dat verband, hebben we heel wat opgehoest en heel wat al opgehaald bij de bevolking. En ik denk ook dat we verstandig moeten zijn om dat Ommerakkoord daarop te laten baseren, zodat we dat spoorboekje van ons haalde u al aan. Niet meer bij de mensen gaan vragen wat en wanneer en of, maar hoe en in de prioritering. En daarin zit meteen ook het politieke verschil. Want niet iedereen zal daarin meedoen. Dat hebben we toen in die sessies ook meegemaakt. Dat er ook gewoon mensen niet meedoen. Die voelden zich niet geroepen. U duidde al mooi aan, de usual suspects, die zijn er altijd wel. Maar je moet juist ook de mensen hebben die daar niet zijn. En die konden ook nog wel eens stevig in de achterban zitten van de partijen die niet mee gaan doen in de coalitie. Dus daar zit wel het politieke speelveld. Die vrijheid moeten we wel met elkaar ook houden. Want dat betekent dat we die keuzes ook moeten gaan maken binnen die thema's. Dus ook die thema's zullen we niet dicht kunnen timmeren. Bovendien is het van alle grootste belang dat we in de komende periode ook kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het gasloos bouwen, dat kwam er al aan. Nou, wat wij in onze verkiezingsprogramma's hebben geschreven, dat sluit nog niet zo heel erg aan bij de keuzes die nu landelijk al gemaakt worden. En er komen er nog meer op ons af. Daar kunnen we van uitgaan. Dan hebben wij nog een opmerking over de vragen die u gesteld had. Ik zei het straks wat Bout en mevrouw Bakelaar sloeg er ook meteen op aan. Ze zoeken het maar uit. En u kent mij goed genoeg om te weten dat ik dat niet zo zwart-wit bedoel. Maar de strekking is wel zo. Als je met een coalitieakkoord aan de gang wil op korte termijn, dan zul je ook met de coalitiepartijen keuzes moeten maken over de dingen waar je zelf al inhoudelijk van verschilt. En als ik naar de 3 vragen kijk rondom verkeer, financiën en de zondagsopening, ja, dan zou je bijna gaan neigen zijn, lees ons verkiezingsprogramma nog een keer, want volgens mij waren we daar glashelder in. Kijk, we hebben een verkeersvisie aangenomen met elkaar, die willen we uitwerken. We hebben al inwoners betrokken bij het hele probleem rondom de Julianenstraat. We hebben al inmiddels in het college besluit genomen om de voorraadssituatie op de Vechtkade. Kortom, als je nou een voorbeeld hebt van hoe je met elkaar nou naar het verkeer wil kijken, dat vind ik dat nou typisch iets voor die thema's die we met de bevolking verder op moeten pakken. En los van het voorbeeld van meneer Mors over de rotonde, nou die willen wij sowieso niet, want dat heeft meer te maken met aantrekking van verkeer dan afstoting en we willen meer andere regulering. Maar dat is even heel, heel snel toch inhoudelijk. Financiën, vanzelfsprekend op orde, dat hebben we ook in ons verkiezings programma staan. Maar ook daar weer is het vreselijk afhankelijk van de keuzes die binnen het coalitieakkoord gemaakt gaan worden. Want dat zijn wel de richtlijnen waarin we ook als rest van de raad de invulling aan die thema's kunnen gaan geven. En dat zal betekenen dat wij daar ook onze financiële keuzes in moeten gaan maken. En vanzelfsprekend zit daar ook een prioritering in van belangrijkheid. En de hondenbelasting komt natuurlijk iedereen langs. Iedere keer langs. Staat wel in ons verkiezingsprogramma. We vinden het ook een oneigenlijke belasting. Maar we snappen ook wel dat we allerlei opgaven hebben die misschien wel in de voorrang een andere plek verdienen. Dan ten aanzien van de zondagsopening die u als discussie vroeg. Volgens mij zijn we met meerdere partijen in de raad die dat hebben toegejuicht. En juist ook die discussie liever bij de ondernemers laten dan bij de politiek. We hebben een startkeuze gemaakt en volgens mij zijn de ondernemers daar prima toe in staat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om of de coalitie, dat zijn 2 keuzes, of het wordt in de coalitie afgehecht. Maar dat zullen we straks horen van de partijen of ze daar ook zo in staan. Of het wordt gewoon een vrije keuze. En het lijkt me in het kader van de politieke verhouding misschien wel handiger om het in de vrije keuze te laten. Zodat ook de partijen die in de coalitie gaan niet van hun
verkiezingsstandpunt af hoeven te stappen. Dank u wel, mevrouw Lagas. Ik hoor u verschillende malen de informateur aanspreken. Maar ik denk eigenlijk dat u daar vooral uw collega's mee aanspreekt om uw positie te markeren. Ja. Maar ik begrijp dat ik... Het spijt me, dat kwam gewoon door de volgordelijkheid van het stuk. Ik heb daar alle begrip voor. Meneer de Jonge. Ja, voorzitter. Ik heb volgens mij in de eerste termijn en in de richting van de informateur al het een en ander gezegd. Ook een stukje duiding op de uitslag ervan. Maar ook naar het einde een aantal dingen die gezegd zijn, een kleine verdiepingsslag. Want voor ons is in ieder geval belangrijk, voor mijn fractie, dat we gaan werken en behoud van de zelfstandige om. En daar hoort, hè, en daar nodig ik graag degene die verder gaan met de coalitie en onderhandelingen aan uit, daar hoort een kwalitatief hoge dienstverlening bij naar de burgers en een goed financieel beleid. Want dat is de basis van waar we mee verder moeten. Dus dat is voor ons in ieder geval ook de basis voor zou de basis moeten zijn voor een coalitieakkoord. Wat er verder allemaal in zo'n coalitieakkoord benoemd wordt, hè, en ik sluit me wel aan bij hetgene wat mevrouw Lagas zegt als het gaat over die zondagsopening, benoem dat niet in een coalitieakkoord, want dat leidt weer tot een hoop ellende. Daar hebben we al discussies hier in deze raadzaal genoeg over gehad, tot midden in de nacht toe. Vallen daar als ondernemers dat wensen, kunnen we daar snel een besluit over nemen. En voorzitter, als ik dan zeg van, als de ondernemers dat wensen, dan wil ik de kleine overstap maken naar de inwoners en de burgers van ons om. Want we worden met z'n allen uitgenodigd om deel te nemen aan dat ommermotief, een ommerakkoord in breedste zin. En er zijn een drietal punten voorgelegd van... waar gevraagd wordt of we daar een duiding over willen geven, voorzitter. En dat bevreemt me eigenlijk een beetje, want in de breedste zin, en ook de grootste partij, het CDA, die betoogt dat ook van, we willen graag participatie, we willen burgerparticipatie. En hoe kun je nou die burgerparticipatie uitvoeren als je al een aantal dingen in akkoorden of vooraf gaat dichttimmeren? Want stel je voor dat ik nu akkoord zeg op die drie punten, daar waar het gaat over dat ommerakkoord, daar timmeren we dat dicht. En ik zou zo graag willen dat die inwoners van Ommen, ofwel de ondernemers, zoals mevrouw Lagas het noemt in de zaak van de winkelopeningen en de horecaopeningstijden, dat we dat juist aan die mensen vragen. Van wat willen jullie in zo'n Ommen-akkoord hebben? Voordat wij dat veld in gaan met allerlei punten die we zelf hebben. Dus dat zou voor mij de uitdaging zijn voor de Raad om dat proces zo aan te passen. Ik zou aan de drie partijen die verder willen gaan de uitdaging willen neerleggen om niet te veel in zijn coalitieakkoord dicht te timmeren. Zorgen dat de financiën op orde is en dat we goede dienstverlening hebben. Dat maakt ook een stap toe naar de nieuwe bestuurlijke of de nieuwe ambtelijke organisatie hier in Ommen. En maak een los akkoord waar veel vrije onderwerpen in zit. Want als je de Raad uitnodigt om mee te doen aan een debat, en ik heb het in het verleden in het debat ook al eens aangegeven van, we praten hier veel te veel over coalitie en oppositie, want het zou veel mooier zijn als we gezamenlijk een raadsakkoord, of als raad een eenduidig standpunt naar buiten brengen. En in het verleden bent u dat ook gewend van mijn fractie. Want dingen die wij goed vinden voor Ommen, die aansluiten bij ons verkiezingsprogramma, zullen wij positief beoordelen. Wij kijken niet van wie wat brengt, maar wat er gebracht wordt en hoe het gedragen wordt. En dat laatste zullen wij de komende vier jaar nog veel meer naar kijken van wordt die piramide van betrokkenheid, die participatieladder, goed toegepast. Dus dat is de vraag aan de coalitiepartijen om dat soort zaken vast te leggen. Daar geef ik ook wel een beetje mee aan van over de stijl van politiek bedrijven, want u heeft er een uitleg aan gegeven. Ik heb nog van de mensen aan de tafel daar niets over gehoord. Want die stijl van politiek bedrijven is een keuze die wij als oppositiepartij hebben gemaakt. Die gedragen wordt door onze achterban, door onze leden, maar ook door alle kiezers. En die stijl van politiek bedrijven, die past op de ene kant heel erg goed bij oppositie voeren, dat je kritisch bent, hè, dat je goed kritisch bent van of het coalitieakkoord er wel de wensen van Ommen worden uitgevoerd. En niet zoals in het verleden wordt gebeurd, dat de stukken in de raadzaal worden gedumpt en dat we maar hier zitten van, ja, als je in de coalitie zit ben je voor en als je in de oppositie zit ben je tegen. Daar wil mijn fractie pertinent vanaf willen goed gedragen documenten. Ik heb binnen mijn fractie en wat breder al een piramide uitgezet van hoe wij de toekomst in willen gaan. En oppositie voeren is wat anders dan in de coalitie zitten. Wij willen niet afgeschilderd worden als een soort partij van Boudet of van die andere meneer met een grijze hoofd. Ik vind het jammer dat partijen andere partijen uitsluiten, want dat past niet meer in onze democratische maatschappij.
juist elkaar erbij betrekken, want daar hebben we ook allemaal onze mond voor vol. Zorgen dat we met elkaar verder willen. En daar laat ik me graag voor uitnodigen. Ook al zitten wij niet in de coalitie. En ik wil dan wel even twee punten erin aanhalen, voorzitter. Want u begrijpt dat die zinsleden ook bij mijn achterban toch wel wat teweeg heeft gebracht. Want als ik in 2010 ben ik hier in deze gemeenteraad gekomen. En ik kan me goed herinneren dat bij de Partij van Arbeid, VVD en CDA de lokale partij Ommen niet gepruimd werd. En daar druk ik me nog zeer netjes uit. Die lokale partij die heeft nu wel een positie. Hè, en die krijgt ook een positie. En wat mij betreft verdienen ze dat ook. Want ze zijn van 2 weer teruggegaan naar 4 zetels. Heb ik in de eerste termijn of in de eerste behandeling hier ook al eens aangegeven, voorzitter. Ik heb wel een vraag aan de fractie van de LPO. Want als je praat over samenwerking. Ik heb een citaat uit de krant. Van de heer Bongers, waar die zegt van het huidige college moet vervangen worden door een LPO-college met een LPO-wethouder. En dan weten we, want de formateur heeft het net ook al aangegeven, van er zijn 2 partijen die een wethouder naar voren hebben geschoven. 2 partijen uit de 3, als ik het goed begrepen heb. En ik kan me niet eraan onttrekken dat er een van die partijen is het CDA. Want die heeft op voorhand al gezegd, wij hebben 1 wethouder en dat is wethouder Schelen. En laten we nou gewoon heel eerlijk zijn, kijk ik dan naar de heer Bongers, via u voorzitter. Want de heer Bongers is altijd wel zeer, zeer kritisch geweest op het beleid en de uitvoer van wethouder Schelen. En hij zegt ook in het stuk in de krant van, ja eigenlijk wil hij daar afscheid van nemen. Dus de vraag is aan mij, aan de heer Bongers, van op welke manier de LPO... in een coalitie met 3 wethouders, waar hij waarschijnlijk een van is en de heer Schelen een van is, van hoe gaat dat met ze? Want in de coalitieonderhandelingen, en wij maken van ons hart geen moordkoud, is het ook aan de orde geweest, van er moet wel een klik zijn. Wij hebben altijd gezegd van, wij gaan niet over een andere, de wethouder van een andere partij. Dan moet die partij zelf weten, er moet wel een klik zijn, maar wij gaan niet bepalen wie dat is. Dus ik de vraag aan de heer Bongers, en misschien moet mevrouw Bakelaar dat ook maar beantwoorden, van hoe kijken ze naar die samenwerking in de komende 4 jaren toe? Dank u wel, meneer De Jonge. We maken netjes het rijtje af en dan horen we wel of niet of antwoord krijgt op uw vraag. Ik ga door naar de heer Van der Moor. Dank u wel, voorzitter. Dan kan de heer Bongers ook nog even nadenken, geloof ik. Ik begon, voorzitter, een beetje het gevoel te krijgen alsof we al in het formatieoverleg terecht waren gekomen. Ik hoorde allerlei concrete invulling van een Ommerakkoord of hoe dat document dan ook mag gaan heten. Ik wilde maar beginnen, ook al ga ik niet in op de 3 concrete punten, de Vechtbrug, et cetera. Maar wel de 2 andere, de eerdere, waarom een Ommerakkoord... die samenwerking met de bevolking, we moeten maar eens een keer ophouden om dat wel met de mond te beleiden, maar niet uit te voeren. En wij hebben zelf ook al als ChristenUnie jarenlang in ons programma staan dat er sprake moet zijn van overheidsparticipatie. Dan zult u zeggen, weer een nieuwe term. Maar daar zit toch ook wel in dat wij burgers, inwoners van om een voorrang willen geven. En dat moet natuurlijk best wel genuanceerd gebeuren. Je moet ook geen valse verwachtingen scheppen. En dat is de reden waarom we zeggen, daarover willen wij wel degelijk in het formatieoverleg met elkaar afspraken zien te maken. Dat zijn processen waar je niet al te luchthartig over moet doen. Wel snel, maar ook deskundig en niet verkeerde verwachtingen oproepen. Dat geldt eveneens natuurlijk naar de andere partijen. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Een aantal keren is hier aan tafel gezegd, maar welke plek hebben wij dan als niet-coalitiepartijen? Natuurlijk, dat heet nu 1 keer in besturend Nederland een coalitie. Voortrekkende partijen of leidingnemende partijen zou je dat ook kunnen noemen. Met alle ruimte ook voor de partijen die niet in eerste instantie de leiding nemen. En ter geruststelling van D66, christenen zijn ook mensen.
nu even een wat minder ludieke opmerking, want die zou mij geloof ik niet gepast hebben. Ook de ChristenUnie heeft wel degelijk in het verkiezingsprogramma staan dat de ChristenUnie een partij van christenen is voor alle mensen, meneer Mors. Dus dat betekent ook voor niet-christelijke inwoners en ook voor partijen die dan officieel zeggen ze niet christelijk zijn. Wat dat betreft neem ik stelling tegen dat het als een soort politici is waar je toch wel een beetje mee op moet passen. Dan kennen we misschien ook nog wel andere voorbeelden. Dan wat betreft de thema's, daar kan ik vrij snel mee klaar zijn. Misschien is het dit aantal, misschien wel meer, misschien wel minder. Ook dat. Ik luister uiteraard ook goed, zoals de anderen aan tafel dat hier ook gedaan hebben. En wellicht kunnen er nog meer thema's bij komen. Bovendien, daar zullen we ook net weer de partijen op bevragen. He, dus wat dat betreft alle ruimte voor het indienen van thema's. En een beetje in diezelfde sfeer ligt ook wel de uitspraken van de heer De Jonge, VOV. Uitgestoken handen worden zeker niet geweigerd. Dat is een volstrekt duidelijke. Dus voor ons is dat eigenlijk een beetje een open deur. En dat geldt voor elke partij. Ik heb niet meer aantekeningen staan. Of het moest... Ja, het moest al... Nee, ik laat het hierbij. Dank u. Dank u wel, meneer Van den Mooren. Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ik zou heel veel kunnen zeggen. Ik heb ook wel de neiging om over op te reageren, maar dat lijkt me niet verstandig. Ik wil toch een paar dingen willen kwijt. Allereerst is in onze visie de maatschappij zo in ontwikkeling, zo dynamisch, dat wij denken dat we sowieso alles niet in beton kunnen gieten. Als wij als coalitie, maar ook niet in een raadsbereden programma. Dat betekent dat je flexibel moet kunnen opereren. En dat betekent ook samenwerken met alle partijen in de raad. Want dat betekent nieuwe vraagstukken, nieuwe oplossingen. En oplossingen is wat mij betreft ook een keyword, want wij zijn absoluut voor het betrekken van de omroepbevolking, ondernemers, noem maar op. We hebben daar in het verleden ook goede stappen mee gemaakt, bijvoorbeeld met Omroeppodium. Dat zouden wij graag willen continueren. Maar ik denk tegelijkertijd vraagt men, zowel ondernemers als inwoners, om oplossingen. En ik vind, daar zit dan een coalitie en uiteindelijk de raad als hoogste orgaan, die zitten daarvoor. Dus alles terugleggen naar de bevolking is mooi, maar we moeten stappen maken. Net zoals de ontvlechting met Hardenberg, er moeten gewoon stappen gemaakt worden. En daar is een sterke coalitie voor nodig. En ja, dan wat richting collega Gerrit de Jonge. Daar is vertrouwen voor nodig. Wij hebben dat vertrouwen in ieder geval afgelopen jaren wel gevoeld. Als dit de coalitie worden, dan hebben wij in ieder geval dat vertrouwen wel gekregen. Er zullen een aantal specifieke thema's, onderwerpen zullen uitonderhandeld moeten worden. Dat gaan we vanavond niet doen, tussen wij niet. Maar wij zijn wel benieuwd naar oplossingen van andere partijen. En zonder wrijving geen glans, meneer De Jonge. Dus een stukje polemiek brengt je ook tot verder verdieping en tot betere resultaten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Ik kom bij mevrouw Bakelaar. De beschouwing van het CDA. Zo. Leg de last maar op deze schouders. Nou, ik heb net als meneer Bongers inderdaad heel veel gehoord en ik kan heel veel zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om weer aan te stippen wat we volgens mij bij de verkiezingen ook op verschillende momenten tijdens al die debatten geconcludeerd hebben. Dat we enorm veel overlap hebben in het verkiezingsprogramma. Dat we er allemaal zijn in het belang van Ommen. Dat we er ook allemaal zijn in de zin van dat de maatschappij verandert. Dat wij nog steeds de vooruitgeschoven posten zijn vanuit de democratie hier. Dat dat zo is, maar dat je steeds beter en vaker niet alleen moet luisteren naar de inwoners, maar ook in gesprek moet gaan met de inwoners, omdat zij uiteindelijk wel weten wat zij willen in hun eigen leefomgeving. Zeker als we kijken naar de uitdagingen, de mooie uitdagingen, vraagstukken die er bij ons liggen op het gebied van vrijkomende agrarische bedrijven, maar ook op het gebied van omgevingswet. Dan zijn het mooie zaken die je zeker samen met de samenleving moet oppakken.
laat onverlet dat wij wel kaders moeten schetsen als gemeenteraad. Omdat wij uiteindelijk die zak met geld hier hebben. En die moeten we goed verdelen. De PvdA zegt dat ook altijd. Gelijk over alle inwoners, maar gelijk ook over alle vraagstukken. Opgaves waar we voor staan. En dat is wel iets wat we mee moeten geven richting de inwoners. Dus ook het CDA, volgens mij zijn we daar heel duidelijk in geweest. Op elk moment zo'n beetje. Duurzame financiën zijn cruciaal. Daar kunnen we niet zonder. We zijn nu net aan het opkruipen. En het ziet er ook de komende jaren nou in ieder geval redelijk goed uit. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben inderdaad nog een ambtelijke organisatie met de uitdagingen die daarbij horen. Nog even los van de transformatie waar we middenin zitten en waar we de inwoners ontzettend hard bij nodig hebben. En elkaar ook. Dus ik zie, daar heb ik ook wel over lopen stoeien toen ik het ook las, het advies van mevrouw Compagne. Van, het zijn allemaal weer woorden die er staan. Een coalitieakkoord, een raadsprogramma, een ommerakkoord, hoor, wat ik zelf genoemd heb. Dus daar ben ik zelf schuldig aan. Maar waar het om gaat is dat je zegt, je wilt het met elkaar doen, maar er moeten een aantal nu eenmaal... het roer vasthouden. Dat zeg ik in de organisatie ook. Je kan niet met z'n allemaal besluiten. Het wordt heel ingewikkeld. We kunnen wel met elkaar zeggen van, goh, waar willen we dan een besluit over nemen? En hebben we dan voldoende informatie? En hebben we dan voldoende input gevraagd? En weten we dan waar we het over hebben? En hebben we dan goede bestuurders? Want je hebt inderdaad krachtig bestuur nodig. Zeker voor de opgaves waar we als kleine gemeente voor staan. Dus dat kunnen we ook niet alleen, maar daar kom ik misschien zo meteen op hoe ik ook het vervolg zeg maar, voor me zie vanuit met name ook het OMA-akkoord. Maar even concreet, waarom dus een OMA-akkoord? Nou, je doet het samen, die samenleving. Die samenleving is in beweging, dat zie je overal, daar hebben we elkaar hard voor nodig. Dus dat mogen duidelijk zijn. Het is ook ontzettend leuk om te zien dat toen het eenmaal in de krant stond, we op verschillende manieren als fractievoorzitters hebben we ook mailtjes gehad. Zijn we ook geholpen door organisaties aan alle kanten van, goh, zou je hier eens aan willen denken? Zou je daar eens aan willen denken? Ook vanuit OMA-akkoord, de OMA-tafels, nou noem het allemaal maar op. Dus dan denk ik van, dit is wel wat inwoners van ons willen. En we moeten wel uitkijken, dat vond ik een hele mooie aanvulling van de informateur. Let op dat je niet te snel gaat, maar zorg wel dat je er staat als bestuur, omdat er gewoon bestuurd moet worden. Dus ik zou het veel liever willen zien als een soort van bestuursakkoord. Je hebt nu eenmaal de organisatiekaders aan te geven, dienstverlening, zoals meneer De Jonge dat aangaf. Je hebt je financiële kaders aan te geven. En je hebt aan te geven wat er sowieso qua verplichtingen op ons afkomen. Dus wat moeten we gewoon nog betalen met elkaar? Wat moeten we leveren met elkaar? Maar als het gaat om die uitdagingen en nieuwe thema's en nieuwe ontwikkelingen, die ook geld kosten... Daarvan zou ik willen zeggen, kunnen we daar dan niet inderdaad een raadsprogramma of een gezamenlijk programma voor maken? Waarbij je met elkaar, maar wel onder begeleiding van een extern bureautje, mevrouw Bom, of meneer Boers, mevrouw Compagne ook zegt van, doe het wel gefaseerd, maar doe het wel samen. Maar wees wel duidelijk van, je moet wel zeggen van wie zijn de wethouders. Dus ik ben altijd een voorstander geweest, en dat weten jullie ook, om eerst de inhoud, eerst een goed proces en dan de poppetjes op de juiste plek. Ik vind nu dat de pragmatiek, als je kijkt naar de opgaves die er voor ons liggen, vanuit het feit dat de uitslag en de verkiezingsuitslag, heb ik ook gezegd, daar moeten we ook eerlijk en goed naar kijken. In de wetenschap dat de samenwerking de laatste jaren ook heel goed is geweest. In heel de raad. Ik kom zo nog even op meneer De Jonge. Nou, niet dat die samenwerking niet goed is door meneer De Jonge, maar even op uw vraag. Dat het juist belangrijk is dat wij ook daadkracht laten zien als gemeenteraad. En dat het dus belangrijk is dat we krachtig bestuur neerzetten die kan opereren. Maar dat we wel op de inhoudelijke thema's goed elkaar vast kunnen houden. En ook de koppeling naar de samenleving kunnen blijven maken. Ommerpodia hebben we natuurlijk, het Ommerpodium nu. Dat moeten we vasthouden. We hebben het ook gehad over burgerpanels. Maar we moeten daar wel goed over nadenken. Je moet niet als een soort wild westen op de inwoners nu gaan schieten. Want dat zijn we zelf ook. En daar worden we niet allemaal heel gelukkig van met alle vragenlijsten en enquêtes. Moeten we ook vooral niet gaan doen. Moeten we goed over nadenken. Meneer De Jonge, u gaf nog aan uw politieke manier waarop u die bedrijft. Dat is uw keuze, dat klopt. Dat is onze keuze als CDA om dat niet altijd prettig te vinden en niet altijd prettig ervaren te hebben de afgelopen jaren. Laat onverlet dat er ook momenten zijn waarop dat wel goed gaat, gelukkig. Alleen, we zien daar een onvoldoende stabiele lijn in.
waardoor wij niet gezegd hebben uitsluiten, maar waarbij we wel gezegd hebben het is niet een natuurlijke samenwerkingspartner. Ik denk dat gezien de openheid en transparantie, die, waarvan ik gezegd heb, die vind ik heel belangrijk in dit proces, om die dan ook gewoon hier klip en klaar aan te geven. Nou, ik denk dat dat voor de eerste termijn voldoende is. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Ik ga naar meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Goed, de eerste termijn was voor mij wat duidelijker. En ik zal even ingaan op de vraag inderdaad die de heer Jong gesteld heeft. Kan ik wel wat dat betreft meegaan met CDA. Het tweede maakte de heer Jong een opmerking dat hij in 2010 in de gemeenteraad kwam. Waarvan dus een aantal partijen noemde, landelijke partijen, waar die niks van de lokale partijen moest hebben. Moet ik de heer de Jonge daar aan herinneren, niet van harte hoor, maar dat hij in 2010 van de Partij van de Arbeid was. Dus wat dat betreft zijn eigen stellingname dus onderuit haalt. En tweede heeft de heer, heeft de LPO heeft het over vertrouwen, wat hij de afgelopen jaren gevoeld heeft. Dat vind ik niet vreemd, maar wel bijzonder. Dan, ik had ze nog even terug te kijken en ik zie hier een motie van wantrouwen voor 2016 tegen een demissionair wethouder van de CDA. Die vind ik wel dat vertrouwen uitstraalt. Dat is wel heel mooi inderdaad. Dus zover even een beantwoording of een duiding van de vraag. Dank u wel, meneer Moerman. Meneer Mors. Ja, in eerste instantie in de richting van de heer Van der Morren. Ter geruststelling, wij waarderen uiteraard ook de ChristenUnie en de leden, de kiezers en iedereen die het christelijke geloof beleidt zeer. Maar het ging hier over één onderwerp en dat was de zondagsopenstelling. En wij hebben uit het verleden daar wel van opgemaakt dat u tegen de zondagsopenstelling bent. En ja, daar verschillen wij wel van mening. En ook de andere partij waar ook een C in zit, daar is de zondagsopenstelling ook niet een vanzelfsprekendheid, als ik het zo mag uitdrukken. En dat was waarom ik het op die manier geduid heb. Ik hoop dat ik hiermee de lucht geklaard heb. En ik denk nog graag met plezier terug naar de uitzending van Noos, van Vechtal Radio, waarin we toch hebben geconstateerd dat we heel veel gemeen hadden. Want daar werd ook al gesproken, het coalitieprogramma wordt al gesmeed tussen de D66 en de ChristenUnie. Ik hoop hiermee de lucht geklaard te hebben. En met de heer De Jonge. Uiteraard, het gaat over de inhoud en de wijze waarop het gebracht wordt. Daar zit een groot verschil tussen. En dan wil ik het daar graag even mee laten. Dank u wel, meneer Mors. Mevrouw Legas. Ja, voorzitter, ik ben de heer De Jonge daarin ook nog een antwoord schuldig. En wij zijn daar ook altijd heel terughoudend in geweest, omdat het zo onverwacht vaak kwam. Niet het gevoel hebben dat op dat moment het gebeurde, het antwoord of het debat gebeurde op de inhoud, maar ook nog wel eens op de persoon. En het was niet altijd even stabiel in de reacties. De ene keer was het, soms ja, het kan ook al van de stemming liggen, dat hebben we allemaal last van natuurlijk af en toe. Maar dat is een van de redenen waarom, uitsluiten niet overigens, maar niet een vanzelfsprekende partner, zo is het genoemd. Uitsluiten absoluut niet. Wij hebben in ons gesprek met de informateur niemand uitgesloten. Dank u wel, meneer De Jonge. Nee? Nee, voorzitter, ik heb een aantal dingen gehoord en ik zou in ieder geval aan de heer Moerman willen kijken dat hij iets verder wil zoeken dan die ene motie. Want volgens mij zijn er wel wat meer moties van wantrouwen hier in deze zaal in het heftigste van de strijd ingediend. Het gaat over drieslag en et cetera in zeer rumoerige tijd. Dus om daar nu even met de beschuldigde vinger te wijzen, dat vind ik wel een beetje kort door de bocht. En ik zat toen inderdaad in de Partij van de Arbeid en dat is een van de redenen geweest om er ook afscheid van te nemen. En daar wil ik het bij laten. Laten we gezond verder gaan naar de toekomst. En kijken of we met z'n allen een mooi omme ervan kunnen maken. Dat is in ieder geval het doel wat wij voor ogen hebben. Dank u wel, en dat vind ik een wijs woord. Laten we vooral vooruitkijken, want dat is deze avond ook op gericht. Het vooruitkijken, hoe gaan we met elkaar de komende 4 jaar deze mooie gemeente weer besturen. Meneer Van der Moren. Dank u wel, voorzitter.
Ik kom nog even terug op, ik denk haast de eerste inbreng van de heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Waar hij enigszins beducht was voor het gaan ontbreken van weerwoord in de zin van dat er dan geen oppositie meer is. En dat knoopt hij vast aan een raadsbreed akkoord. We hebben ook wel over dit punt zitten doordenken, maar het zal toch zo zijn dat, er wordt al vanavond ook over gesproken, een coalitieakkoord op hoofdlijnen, maar dat ook een ommerakkoord meer een thematisch akkoord is dan tot op punten en komma's al uitgeschreven. Dat betekent dus dat je praat inderdaad over een themadocument waarbij het in de praktijk om uitvoering gaat, waar uiteraard alle mogelijkheid is om daar toch een iets andere invulling aan te geven dan andere partijen wellicht willen. Dus ik ben zelf niet zo bezorgd omdat dat ophoudt te bestaan, het debat sowieso tussen de fracties in de raad. Uiteraard vraagt de heer Mors ook nog wel weer een klein beetje om een reactie op de reactie. Het ging mij met name om het aantal wethouders van christelijke huizen. En niet zozeer over onderwerpen. Daar heb ik mijn uitspraak net op aan vastgeknoopt. Dus ook alle waardering uiteraard voor de opstelling. En ook, ook over de uitspraken net van de heer Mors. Wat het beruchte zinnetje, in ieder geval het meer besproken zinnetje wat de VOV betreft in het verslag. Gaat het ons ook niet om het uitsluiten van VOV bij het betrekken van thema's, van een vorm van samenwerking. Ik heb net ook uitdrukkelijk ook genoemd, want zo heb ik dat in ieder geval ervaren, de uitgestoken hand die de heer De Jonge deed wat betreft het aanleveren van thema's en van samenwerking. En dat heeft de praktijk overigens ook wel uitgewezen, dat er van tijd tot tijd best onderwerpen kunnen zijn waar in ieder geval de ChristenUnie ook prima mee uit de voeten kan. Dus het is zeker geen uitsluiten per definitie. Tot zover wilde ik deze termijn maar laten. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Moor. Meneer Bommers? Nee? Mevrouw Bakelaar? Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken, volgens mij waren er nog een paar vragen die ik nog graag wil beantwoorden. Niet zozeer moet beantwoorden, maar graag wil beantwoorden. Als CDA zijn we daar ook duidelijk in geweest en hebben in ons verkiezingsprogramma ook gezegd beperkte zondagopenstelling. Onze achterban zit daar tweeërlei in. Niet alleen vanuit het principe vanuit ons christendom, maar ook vanuit de kleine ondernemers. En daar hebben we inderdaad, wat de heer Jonge al zei, eindeloos over gediscussieerd. En daar zitten wij niet anders in dan 2 jaar geleden of 4 jaar geleden. Dus vandaar dat wij daar ook volgens mij heel open en transparant in zijn geweest in ons verkiezingsprogramma. Daar waar het gaat om de lastenverhoging, ook daarin zijn we helder. Daar waar het nodig is, zal het moeten, maar dan moet het wel duidelijk aangegeven worden waarom. En anders gaat het om duurzaam investeren in het belang van Ommen. En daar kun je dan van alles nog bij verzinnen, maar dat moet dan zijn uitwerking hebben. Ik vond het wel mooi wat de heer Van der Moorden zei, een themadocument, zo zou je het kunnen zien. Waarbij ik het dan wel heel mooi zou vinden om daar ook de ambities in op te nemen. Hè. Dus dat we bijvoorbeeld ook als OMA een vrijkomend agrarische beleid, hè, een gebouwenbeleid, dus zo'n FAP-beleid willen hebben, waar we het tijdens de verkiezingsavonden wel over hebben gehad. Dus dat je wel concreet aangeeft van ja, en wat betekent dat dan voor een college? Wat moet een college dan doen? Dus dat je wel iets concreter daarin bent, maar wel dat je dus de wensen en behoeften van de inwoners daarin concreet ophaalt. En kijkt, kun je die dan een goede plek geven? Even kijken hoor, heb ik dan nog iets gemist? Nou, dan komt het misschien zo meteen nog wel aan bod, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dank u voor uw inbreng allen in deze tweede termijn. En de duiding die u heeft gegeven, ook de reactie die heeft gegeven op de vragen die gesteld zijn. Ook de vraag die uit het gezelschap, ik wilde zeggen de raad, maar dat is natuurlijk niet het geval, maar uit uw gezelschap gesteld zijn, want dat is mooi om met elkaar in debat te gaan. Dat nodig ik u ook de komende periode natuurlijk van harte toe uit, zoals ik dat ook eerder al heb gedaan. En dit alles zeggende gaf ik nog iets van tijd aan mevrouw Bakelaar, omdat ik nu kom bij het moment aan het
In het afronden van de vorige openbare bijeenkomst heeft u als grootste partij een afronding conclusies getrokken en ook conclusies getrokken voor het vervolgproces. Ik zou u daar nu toe ook willen uitnodigen om aan de hand van het rapport van de informateur, de toelichting die de informateur heeft gegeven en de gedachtenwisseling die zojuist heeft plaatsgevonden, om aan te geven hoe u het vervolgproces nu ziet. Ja, dank u wel, voorzitter. Als CDA kunnen we wel aangeven dat we blij zijn te horen dat we allemaal wel geloof hebben in een soortement van OMA-akkoord. Hoe dat dan ook vorm geeft en dat iedereen daar ook zijn of haar bijdrage aan wil leveren. We hebben verschillende zaken gehoord over hoe dan een coalitie eruit moet zien. Wel gehoord dat het belangrijk is de kwaliteit, hè, dus van het bestuur van de wethouders. De volgtijdelijkheid der dingen kwam aan bod. Tegelijkertijd heb ik ook heel duidelijk aangegeven, als CDA wil ik wel vaart, ook in het belang van Omme. Dus dat betekent dat wij het advies van de formateur, informateur, onderschrijven en dat ik zou willen adviseren om ook de informateur als formateur verder te willen laten gaan. Waarin we dan als CDA samen met de LPO en de ChristenUnie de gesprekken gaan voeren om een compact bestuursakkoord te sluiten. Ik noem het expres even een bestuursakkoord. Omdat je de organisatie, kaders, dienstverlening, financiën, wat ik zei. Je zult op een aantal fronten zul je een akkoord met elkaar moeten sluiten. Op basis waarvan je kan gaan besturen. En ook hoe gaan we het proces dan in rondom het OMA-akkoord. En daarvan zou ik ook nog wel een momentum willen prikken om met de collega's natuurlijk dan allereerst ook met ChristenUnie en LPO te overleggen. Maar daarna ook gewoon zo snel als mogelijk met de rest. Waarom? Omdat ik denk dat we dat vanuit wat mevrouw Compagne ook aangeeft zorgvuldig moeten doen. Ik zou daar ook niet mevrouw Compagne, maar iemand anders vanuit het trendbureau ook willen uitnodigen om te kijken of dat er wat aanscherping plaats kan vinden op de thema's voor Omme. Zodat we daar wellicht ook met elkaar over kunnen debatteren. Om ook op die manier een eerste voorzet te geven als vervolg op een OMA-akkoord. Waarbij ik absoluut onderschrijf dat het heel mooi zou zijn als de burgemeester daar een procesrol in zou kunnen gaan vervullen. Maar waarbij ik ook zie dat we wel ondersteuning nodig hebben. Vind ik in ieder geval vanuit bijvoorbeeld een platform. Er zijn er meerdere in Overijssel die dit soort processen begeleiden. Omdat het niet alleen iets vraagt van wat gaan wij doen naar de inwoners, hoe halen we het op. Maar ook wat vraagt dat van ons dan in onze gezamenlijke samenwerking. En ook onze rol, hoe wij die als raad invullen. En ook nauwe connecties heeft met hoe ziet de nieuwe ambtelijke organisatie er in de toekomst uit. Dus kortom, wij onderschrijven het advies. We gaan voortvarend willen we om tafel. Graag onder begeleiding van mevrouw Compagne als formateur. Waarbij we zo snel als mogelijk, juist in gezamenlijkheid als hele raad, niet willen uitsluiten, maar juist willen insluiten. Om ook een inclusieve raad op die manier te krijgen. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Daarmee heeft u het vervolgproces geschetst. Ik weet niet of dat nog vragen oproept. Dat is niet het geval. Dan denk ik dat we daarmee zijn gekomen aan de afronding van deze tweede openbare bijeenkomst. In dit geval met de delegaties van de zeven fracties. Ik dank in de eerste plaats mevrouw Compagne vanzelfsprekend, die georganiseerd heeft dat we hier konden zijn, want u heeft een document gemaakt na de gesprekken die u heeft gevoerd, dat ook de basis vormde voor de bespreking die hier heeft plaatsgevonden. Ik begrijp dat u ook verder gaat, dat is in ieder geval de uitnodiging die is gedaan. Ik weet niet of u daar ja of nee wilt zeggen, dan weten we dat meteen. Ja, dat wil ik. Ja, dat wil ik. Dat is geruststellend. Nou, als niemand nu nee zegt, dan is het zo. Oké, nee, maar ik denk dat dat goed is om vast te stellen, omdat het ook helderheid geeft richting van de aanwezige fracties. Ook dank daarvoor en daar wens ik u natuurlijk heel veel succes en wijsheid bij. Ik wens ook de andere fracties heel veel succes en wijsheid in de komende periode. Dat ook in het proces
worden alle fracties intensief betrokken, heeft u ook geschetst. En vanzelfsprekend ook veel wijsheid aan de drie partijen die met elkaar het coalitiegesprek gaan voeren. En daar zou ik, tenzij er behoefte is aan een rondvraag, en ik doe het heel snel, en als dat niet het geval is, dank u wel, dan sluit ik hiermee deze vergadering. En dan zal er ongetwijfeld weer een moment komen dat we elkaar weer gaan spreken. Al was het maar in de reguliere raadsvergadering afgelopen donderdag, want het gewone werk gaat natuurlijk ook gewoon door. Komende donderdag. Zeg ik volgende week donderdag? Afgelopen donderdag. Nee, dat is te laat. Komende donderdag. Ja, ik wens u een fijne avond.